Welkom bij de 171ste editie van ons Politiek Café Zout. Alweer ons 18e seizoen. En in dit seizoen gaat Zout een aantal zaken anders doen. Meer afwisseling, meer onze cultuur en het in het vorige seizoen beproefde concept van een gastinterviewer die zijn of haar eigen gast meeneemt, wordt doorgezet en uitgebreid. Maar eerst vandaag, in het Zoutvat zitten, gesprek over theater, het Walkwartier en, ja, dat is nog een beetje een verrassing. Natuurlijk ook columns, muziek en enkele visuele uitspattingen. Kortom, het Zoutvat zit weer vol, dus laten we snel beginnen. Ik zei het net al, we willen in Zout graag meer aandacht besteden aan cultuur, onze cultuur. En daarom vandaag een interview met een van oorsprong Belgische kleinkunstenaar. Zout kwam haar op het spoor via de Ossenaar Peter van Aar en Dorette Ploegmakers van PA Producties. Een bedrijf dat zich vooral bezighoudt met theaterproducties. Eerder hadden we van hen al Bram Thomassen, ik weet niet of u zich nog kunt herinneren. De jonge levensverteller die tot twee keer toe een hersentumor overwon in Zout. Die jongen is inmiddels hier geweest, succesvol theaterprogramma achter de rug. Nu gaan we verder met onze volgende gast. Maak een hartelijk applaus voor Jessica de Bel. Jessica, welkom. Dank u. Nou, we hebben hier net al even gezeten en even wat dingen voorgesproken. Jessica, laten we beginnen met het logische. Wie ben jij? Nee, je hebt zelf al gezegd, ik ben Jessica. Ik ben actrice, ik ben entertainer, ik ben zangeres, ik ben coach stage combat. Van alles. Coach stage combat. Ja. Ja, leuk hè? Ja. Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Coach stage combat. Wel, mijn passie ligt eigenlijk echt bij theaterschermen. En bij theaterschermen mag je denken aan Drie Musketeers, Cyrano, Zorro. Gewoon echt schermgevechten op het toneel vertaalbaar maken van slagen naar een verhaal vertellen met een gevecht. En ja, dat is echt een heel vak apart. Ja, er komt behoorlijk wat choreografie bij kijken volgens mij. Dat zeker, ja. Nou, dat is wel leuk. Zeker. En daar heb je in Engeland gestudeerd? Of bestudeerd? Ja, ik heb daar. Ik ben coach sabelschermen. Dat heb ik in Engeland behaald. En ik ben ook naar Engeland gegaan voor mijn stage combat diploma. Ik ben actrice stage combat. En dat is gewoon, ja, dat is leren hoe je een klap kan geven zonder iemand pijn te doen. Maar wel dat het hele publiek straks gelooft dat het heel veel pijn gedaan heeft. Dat is lekker. Lekker verhuiselijk geweld ook. Ja, hè? Maar daar heb jij hopelijk geen last van, absoluut. Jessica. Het is overigens Jessica de Bel, de met een hoofdletter, heb je straks nog eventjes benadrukt. Maakt voor het publiek eigenlijk niet zoveel uit, maar ik wil het toch even bijleggen. En we hadden het natuurlijk van tevoren al over, als Belgische met een achternaam Jessica de Bel. Hoe vaak ben jij geconfronteerd met Jessica de Belg? Ja, wanneer niet? Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, dat kwam meteen bij mij heel snel, dus dat was ook zoiets van, nou, dat moet ik even vragen, het zal niet origineel zijn. Mm-hmm. Nee, het komt vaak, ja, zeker op de werkvloer, onder collega's, onder vrienden wat minder, die roepen gewoon Jessica of Jess ondertussen. Ja, het Belgisch accent, dat is, dat blijft, dat is een deel van mij, dus de Belg, ja. Dat vinden wij hier ook heel, heel charmant. Ja, hè? Ja. Ah, dank u wel. Ja. Nou, gaan we straks even verder met waar je op dit moment mee bezig bent, Jessica. Maar het is ook een vraagje die maar even tussendoor schiet. Wat wij vaak als Nederlanders te horen krijgen, is dat Belgen ons zo arrogant en direct vinden. Ervaar jij dat ook zo? Ja, het scheelt heel erg wanneer en waarvoor. Ja, ik hoor daar al iets goed lachen. Op de werkvloer geeft mij een Nederlander, die mij gewoon zegt wat hij nodig heeft. Zegt wat hij van mij verwacht. Heel fijn. Thuis aan tafel een Belg die gewoon heel makkelijk achterover zit en babbelt. Maar over het algemeen, ik woon in Nederland, ik heb het fijn in Nederland. Ik weet gewoon direct waar ik aan toe ben. En dat scheelt. Dus een beetje dubbel? Ja. Ja? Oké, nou, ik zal er een beetje oppassen. Maar jij zit hier in Brabant, dichterbij België, ja, komt het niet natuurlijk. Hè? Het is gewoon één, is allemaal Brabant, hè? Mm-hmm. Goed. Waar ben je op dit moment dus mee bezig? Vertel. Of waar ben je allemaal niet mee bezig? Want het is nogal waar, hè? Nee, we zijn bezig met Mona. Mona is een theaterproductie waarvan we straks iets laten zien. Daarnaast werk ik als entertainer voor verschillende bureaus. Ik sta in Emmen, aan de andere kant van het land. Sta ik als entertainer kindjes uit te leggen waarom de ijsbeer zwart is.
hoe een zeeleeuw communiceert en het hele verhaal van een pinguïn, hoe die ter wereld komt. Dat is heel interessant. Misschien moet je straks even in gesprek met onze columnist Theo van Duren. Oh, kijk. Ik word benieuwd. Ja. Ga verder, sorry. Ja, dat soort dingen. Maar waarom ijsberen zwart zijn? Ja, wist je dat niet? Jawel. Oké. Okay. Maar ik ben dom, dus... Och. Waarom ijsberen zwart zijn? Ja, nou, het is eigenlijk gewoon heel leuk, heel simpel. Ik heb een vachje van een ijsbeer. En dan vraag ik aan mensen, nou, vertel mij, wat is de huidskleur van de ijsbeer? Weet iemand in het publiek waarom die zwart is, trouwens? Mevrouw, ze zijn absoluut niet wit, helaas. Nee. Nee, ijsberen leven op de Noordpool. Daar is heel veel zon. Die ijsbeer die wil niet verbranden. En die ijsbeer wil heel graag, als de zon schijnt, heel snel de warmte opnemen. En die zwarte huidskleur, die helpt. Dat is net een beetje als, ja, stel dat jij een wit t-shirt aan hebt en ik ben gewoon in het zwart en we gaan in de zon staan. Van ons twee ben ik degene die als eerste het warm heeft. Ik denk niet. Da! Die bedoelde ik trouwens heel anders dan het publiek hem oppakt, maar... Ik voel hem, dat is echt komiek. Ik bedoelde hem echt van, ik verbrand levend als ik in de zon ben. Maar die andere is veel leuker. Ik ben... Mona, je had het net al even genoemd, Jessica. En eventjes voor het publiek, Mona gaat daar... Of Jessica, jij gaat daar ook nog even een stukje... Ja, je mag nu Jessica zeggen, inderdaad, ja. Ja, daar is Mona. Die treedt daar ook nog heel even op. Maar daarom is het ook even interessant om te weten van waar Mona precies over gaat. Ja, Mona is een hele bijzondere voorstelling. Het is een voorstelling die mensen even bij zichzelf laat kijken van... Goh, wat doe ik? Waar kies ik voor? Wat wil ik? Voor mij is Mona een voorstelling waarbij ik zelf iedere keer als ik hem speel... te raden ga, wat wil ik ook alweer? En die vraag wordt ook aan het publiek gesteld, dat vind ik heel mooi. Mona is gebaseerd op de Mona Lisa natuurlijk. Het gaat bij deze Mona-voorstelling niet zozeer om haar blik, niet zozeer om haar mond, het gaat om de neus. Mona die ruikt zo bij iedereen naar binnen, die ruikt alles. Ze ruikt de dingen waar je van houdt, de dingen waar je spijt van hebt. Ze weet het gewoon, het moment dat ze u aankijkt. En dat is reet interessant, want zelfs al heb ik geroken... Wat jouw grootste wensen zijn, dan nog wil ik dat jij ze zegt, dat jij ze uitspreekt. En dan gaan we daarmee spelen. Dat klinkt wel heel interessant. Ja, hè? Maar ook heel filosofisch. Ja. Ja. Ja, maar daar heb je een voorstelling voor. Hè? Kijk, bedoel, het begint bij een Mona die rustig uitlegt dat het om die neus gaat. En die de mensen uitnodigt. Die vraagt van, durven jullie deze voorstelling te bekijken? Wie heeft het lef? En... daarbij ook niet bang is om zichzelf te laten zien. En dat is voor mij, dat vind ik heel gaaf, want ik kan ook laten zien hoe breekbaar ik zelf ben. En dan ook weer laten zien hoe sterk ik ben. Want ja, ook daar komen die wapens weer naar boven, dan komen de rapieren te boven. En dan is het gewoon van, kom, we gaan een potje vechten. We gaan gewoon even gek doen. We gaan even het kind in ons opzoeken. Want dat is een hele mooie vraag. Hoe vaak kijk je nog naar het kind in jezelf? En is dat kindje er nog? En wil het kind nog steeds zorro worden als ze groot wordt? Of wil je nog steeds astronaut worden? Wat is jouw grootste wens? Wat is jouw grootste wens? Mijn grootste wens? Mijn grootste wens is mama worden. En dat komt ooit. Ja. Ja, dat is echt je grootste wens ook? Ja. Ja, dat is volgens mij het antwoord wat ik al geef vanaf dat ik klein ben. Wat wil je later worden? Dan was de eerste antwoord mama. En het tweede antwoord actrice. En geen zorro? Stiekem wel. Toch, hè? Ja. Ah, ik was van Dick Turpin. Ik weet niet of je die nog kent. Wie? Dick Turpin. Oh, nee, sorry. Nee? Nou, onthouden, opzoeken. Dat is ook leuk. Dus noteren. Als ik nou goed luister naar de theater, is er ook veel contact met het publiek dan? Omdat je toch... De vragen die je stelt, is dan ook de bedoeling dat het publiek daarop reageert? Of? Nee, niet de hele voorstelling. Kijk, het mooie is, ik kan... Mona kan een verhaal vertellen en die kan heel rustig een vraag daar neerleggen en zeggen van, alsjeblieft, voel maar of het iets mee doet wat je ermee wil en ga daarmee verder. En het is niet een voorstelling waarbij je iedere 5 minuten aan het publiek vraagt, wat vind je hier nou van? Ben je het daar nu mee eens of niet? Nee, dat gaan we niet doen. Nou, gelukkig. Nee. Er is nog wel enige ruimte voor
spontaniteit. Ja. Nou, dit doe je natuurlijk in samenwerking met PA Producties. Die hebben de voorstelling geschreven. Ja. En daar heb jij verder geen invloed op gehad. Jij voert het uit. Want hoe is dat proces gegaan? Ja, nou, we hebben elkaar leren kennen in 2014. Toen was ik echt zo'n lekker rondstuiterend object. Wat Peter moest regisseren. Wat hem ook goed gelukt is, gelukkig. En toen zei ik van, ja, ik ga beginnen met mijn eigen bedrijf. Ik ga theaterschermcoach worden. En dat doe ik onder de naam Balestra. En ik werk met ontdek de held in jezelf. En dat is super gaaf, super spannend. Want iedereen, klein of groot, als je voor het eerst een wapen in je hand krijgt. Ja, dan waan jij je jouw held. En dan ontdek jij die held in jezelf. En het kind wat op school totaal niet te bereiken is, is met een wapen plots ineens heel open. Dus ja, dat was ik aan het vertellen en daarmee was ik aan het werken. En toen zei Peter van, goh, dat is wel interessant. En jij bent ook interessant, dus misschien moeten we maar eens iets gaan doen. En ik ging op de koffie en ik zei, ja, ik heb een fotoshoot gedaan en ik ben eigenlijk niet zo blij. Ik heb een foto laten maken en ik kijk een beetje raar. Je kijkt een beetje raar, zei hij. Dus ja, ik heb mijn telefoon niet bij me, ik kan hem niet laten zien. Maar Peter zag hem en die zag de Mona Lisa. En zo zei hij, ja, dat was hem. Ik heb de inspiratie, we gaan een voorstelling schrijven. En het mooie is, Peter heeft een tekst geschreven. En Job en Peter hebben daar samen muziek bij gemaakt. En voor Peter gaat, bij hem spreekt het stuk over het kind dan weer heel erg aan. Een stuk wat mij nog onbekend is. Maar het stuk van durf jezelf zijn is dan weer iets waarbij ik heel erg aansluiting vind. En zo hebben we allemaal een kleine lichte voorkeur voor een bepaald deel van de voorstelling. En is het toch een beetje een voorstelling van ons allemaal. Klinkt goed. Wanneer zijn jullie klaar? Wanneer kunnen jullie dat gaan zien? Oh, zien? Ja. Straks? Hier? Ja, okay. Podium? Maar de voorstelling? De voorstelling is zelf nog niet geboekt. Nee, we zijn nu overal. Het is een permanente voorstelling. Het is eigenlijk altijd te boeken. Ja, ook. Nee, het is wel, en dat is heel mooi. Ons doel is wel mensen raken, inspireren. Ik durf verder, als je dit stukje straks gezien hebt en je gaat naar het Louvre, dat je enorm betrapt voelt en denkt, ja, ze ruikt me straks echt. Dus ja, dat willen we wel gaan bereiken met mensen. En ik zou zeggen, hou vooral Facebook en de website in de gaten van PA Producties. We gaan hem op heel veel plekken neerzetten, daar ben ik zeker van. In huiskamers, in theaters. We gaan gewoon de wereld veroveren met die voorstelling. We gaan het zien, Jessica. Nou, we gaan sowieso jou even zien. Zo. Dus als je al wil, dan mag je het podium op. Ja, dank u wel. Kom ik jou heel even kort aan. En dan gaan we genieten van jouw stukjes uit Mona. Dank u. Dames en heren, Jessica de Bel. Die vandaag voor de eerste keer begeleid wordt door Paul Verschuur. Ja, ik zei het toch. Succes. Dames en heren, Jessica de Bel, Paul Verschuur. Door de streken van Leo werden geheimen in pracht bedekt. En heeft niemand, no one, nessuno de Da Vinci-code ooit ontdekt. Sommigen hebben glazen bollen, andere kaarten, ieders eigen keus, maar ik heb dus mijn neus. Ik ruik door lagen heen, al voor ik heb gekeken, mijn olfactorische radar. Ik heb een neus voor ware streken. En nu rest de vraag wie durft. Wie durft er hier te biecht? Zonder spreken, want dat is niet nodig, weet ik of u ligt. Durft u het aan? Mag ik u gebruiken? Mag ik in stilte aan uw zinnen ruiken? Ik ruik al angst, zweet en hormoon. Ik ruik deo en sperziebon. Ik ruik Hugo en Chanel. Ik ruik schilfers. En goedkope aftershave. Ik neem een snuif van het leven, neem een hap van eerste kus. Liefde door de maag, maar de maag.
durft u het aan? Mag ik u gebruiken? Mag ik in stilte aan uw zielen ruiken? Ik rijd het zwarte slijk der aarde, maar ook creditcards van waarde. Ik ruik een man, bespeur een vrouw, en ik ruik ontzettend jou. Ik ruik een onheilspellend goedje, vandaar dit manna toetje. Bespaar een psychiater, psycholoog, de tranen op de canapé. Laat mij uw spiegel zijn, van even pijn naar wel tevreden. Reken af met kartes en neem afscheid van labiel. Ik heb er een neus voor jouw odeur, verraad jouw ziel. Kijkt u nog wel eens naar het kind in u? Hoort u het kind nog wel eens? Wat roept het dan? Zie, kijk, dan is het stil. Het kind in mij. Oh, het kind in mij, dat wil wel. Open blikken, iedere dag. En later, soms in renovatie, dan luister ik met een lach. Ik laat het kind dan roepen, maar schreeuwen wat het wil. Want de kennis die mij dan voedt, maakt uiteindelijk het verschil. En als kennis wijsheid wordt, met behulp van eigenheid, wordt kennis wijsheid die deelt, oprecht in levenstijd. Maar we vergeten wie we zijn, het kind in mij, mijn held. Het gaat alleen voor avontuur, los van macht, geweld en geld. Maar we willen het in hokjes, gewoon voor het gerief. Mijn kind, waar ben je? Mijn kind, ik heb je lief. Ik geef mijn innerlijk aan jou, mijn eigenheid en wijs. Ik neem kind voor lief en rekening, maar niet tot elke prijs. Ik leef op lang lief, gelukkig, troost om armje. Ik draag je zacht op handen en ik voed je en verwarm je. Zij weten niet wie je bent, ze controleren je en checken. Ze zeggen je beheersen je, ze dwingen je de gekken. Je moet in het gareel, het systeem van veiligheid. Ze zeggen dat ze weet ik veel en ik raak je kwijt. We moeten vuisten maken om de duivel uit te drijven. Zodat mijn kind, mijn lief, jij gewoon jezelf kunt blijven. Zodat mijn lieve schat, ze leren bovendien. Ze horen door te kijken en te luisteren door te zien. Maar zij spreken niet, zij controleren, checken. Hoorden ze jou maar huilen, dan keken ze misschien. Wat zou het fijn zijn als jij voor je sprak, zorgvuldig woorden woog. En het raam van een jonge moeder zag, dat zeker duidelijk ook. Ik geef mijn kracht, mijn lief, mijn leven, mijn houden van bewijs. Trouw jou aan de duivels, maar niet tot elke prijs. Mijn duim omhoog, mijn kindje, weet dat ik van je hou. Doven die maar horen, zien dat ik van je hou. Dat is mooi, hè? De doven die mij horen zien dat ik van je hou. Kent iemand het teken? Kent u de teken? Nee. Het is een teken voor mensen die niet kunnen horen, maar wel luisteren, wel verstaan. Het betekent ik hou van jou. Zo in het leven staan. Verslaat het kwaad. Je laat je dan niet raken. Schat? Liefje? Kindje lief, waar ben je? Wie niet weet, gezien? Ik kom!
mijn kleine ik. Ik hou je vast door los te laten. Leer jij maar luisteren door te zien. Nog voordat je kunt praten. Oordeel niet, ben genereus. Niet rancu, maar juist harmonieus. Kijk, ik zie een stuk van mij. En dat zie ik aan jouw neus. Sluier, sluimer, luier, lui. Mama is in een gekke bui. Sluier, sluimer, luier, lui. Vermijd de hokken, duivelsgekken, je kunt eraan ontkomen. Heb het lef om juist dat niet te doen, dat van wat ze zeggen. Heb de kracht om duim omhoog, jezelf wat bloot te leggen. Dames en heren. Als wij jullie nu nieuwsgierig gemaakt hebben naar de voorstelling, zien we jullie heel graag terug in de theaterzaal. Dank u wel. Ja, dames en heren, zoals bij de opening al gezegd, Zout zet dit seizoen in op gastinterviewers die hun eigen gast meebrengen. Dit keer betreft het een gastinterviewer die hier nog nauwelijks een introductie behoeft. Met deze Zout erbij is hij dik recordhouder met inmiddels bijna 8 optredens in Zout. Radiomaker, schrijver, tv-persoonlijkheid en bruine rumdrinker Prem Radakishun. En hij heeft meegenomen zijn in 1963 te Bussum geboren vriend, schrijver, interviewer, teamcaptain, acteur, columnist, comedian en zoon van Raoul Heertje. Heren, welkom. Goedemiddag iedereen. De tafel is van jou, Prem. Ja, er is eerst een probleem. Raoul is mijn vriend. En we waren echt van plan om, ik weet een heleboel dingen van hem die hij eigenlijk nooit publiekelijk vertelt. Maar we dachten, jullie hebben €4 betaald voor een kaartje. Dan gaan we het doen, maar we willen het niet op internet. We willen het eigenlijk niet gefilmd hebben. En ik heb het al aan Stijn verteld en aan Jules afgelopen zondagnacht in mijn radioprogramma. Dus jullie kunnen 2 dingen doen. We kunnen obligaat nietszeggend gesprek hebben met een heel speciale man die ik heel erg bewonder. En dan ziet iedereen het die niet €4 betaald heeft op internet. Of we kunnen de camera's uitdoen. En dan kunnen de mensen die hier zitten een heel mooi gesprek met een heel eerlijke man horen. Mag ik daar nog iets over zeggen? Want jij gaat meteen. Bedankt voor de aardige introductie van mij ook. Jij gaat meteen heel provocerend zeggen. Maar ik wil wel even uitleggen. Want je zei dit inderdaad in de auto. Voor mij is dit niet zozeer van. Dat ik dan eens heel veel dingen wel of niet ga zeggen. Maar. Ik vind dit een hartstikke leuke bijeenkomst. Maar ik vind het zo'n leuke bijeenkomst omdat we hier gewoon bij elkaar zitten. En we zien dingen fout. Er gaat iets fout in het filmpje. En dan loopt iemand door het beeld. En dan gaan die... We zijn hier gewoon bij elkaar en hebben hier een hele leuke, interessante middag, vind ik. Maar dat is alleen maar hier. En dat is juist zo bijzonder eraan. Ik heb enorme behoefte aan gewoon dit soort bijeenkomsten. Waar niet mensen er doorheen tetteren van. Kijk eens wat ik nou voor een filmpje heb. En kijk eens wat er nou weer voor bericht binnenkomt. Ik heb enorme behoefte aan bijeenkomsten. Waar je gewoon met elkaar bent. Je wordt al de hele dag plat gegooid. Mensen, oh wat hebben we een mooi intiem moment. Nou, maken we even een selfie. Dat vind ik heel vervelend. Dus voor mij is het ook. Ik hou niet van als filmpjes verschijnen en uit de context worden gehaald. Maar dat gaat hier echt niet gebeuren, denk ik. Maar ik vind het. Wij zijn er nu toch mee bezig. Dus. Ja, dan ga je er toch anders over nadenken. Ik vind deze bijeenkomst juist zo leuk, omdat dit het is. En als mensen willen meemaken hoe bijzonder en mooi het is, dan moeten ze hier naartoe komen en niet met een luie reet thuis met een internetverbinding. Dat is... Neem me dat ook even zeggen, want anders...
Nee, maar anders klinkt het zo als van, oh, anders krijg je niet de goede verhalen of zo. Gaan we even kijken of de camera's gaat die mensen niet allemaal doen, hè, want dat vind ik lullig voor jou. Het was heel interessant en fijn dat jullie er al mee beginnen namelijk, want ik had het inderdaad aan jou willen vragen, Raoul, of jij daar inderdaad last van hebt. Want je hebt er afgelopen zondag inderdaad over gehad. En ik heb er niet, nogmaals, ik vertel toch wel mijn dingen, maar ik vind het, ik vind dit soort bijeenkomsten juist zo leuk, omdat het met elkaar is. Ja. En dan vertel je dat door en dan maak je dat mooie of wat anders. Maar dan, je bent gewoon even met elkaar. Hoe vaak ben je gewoon nog met elkaar? Nou, elke zondag van de maand, zeg maar. Hè? Ja, maar dan wordt dat... Nee, maar dat is dus nu verbroken. Want nu zitten hier mensen en die weten dus ook alle discussies worden dus ook anders. Want je weet, ja, dit wordt uitgezonden, dit staat op internet, dan kan iemand knippen, dus uit de context halen. Wordt heel cirkel. Sinds wanneer geven jullie er allebei iets om, waar iemand anders eventueel van jullie... Maar wat even, we geven er niet om. Alleen vind ik dat de mensen die hier zitten, Raoul en ik, ik ga niet op internet zetten wanneer ik seks heb met mijn vrouw. Maar ik heb seks met mijn vrouw. Maar dat zet ik niet op internet. En bedankt. Nou, okay. Dus... Ik zag laatst een filmpje en dat leek wel heel erg op jouw vrouw. Er had wel iemand met jouw vrouw seks, dat heb ik wel. Dus kijk, wat is bijvoorbeeld iets wat ik graag op internet wil hebben. wat wel dus gebeurd is, ik vind dat niet fijn, dat bepaalde delen van mij, die ik wel met jullie deel, niet op internet komen. Want ik vind nogmaals, het is de achtste keer dat ik hier ben, de eerste keer dat ik er was het niet op internet. Moest je alleen maar het gastenboek kon je lezen. En het was zo mooi, want toen ben ik voor iedereen ook reclame gaan maken. En ik heb die filmpjes teruggezien. Het doet ook geen recht aan de sfeer die hier is. Geen recht aan de bijeenkomst. Nee. Dus ik zou willen vragen, doen we de camera uit of niet? Dus de vraag gaat niet. Uit. Ja, nou. Jongens, doen we de camera uit. Maar dan moeten we ook echt, ik vertrouw op de professionaliteit van de mensen. Dus, ja, is het uit? Publiek heeft gesproken. De cameravrouw zit nog te schudden dat die aanstaat. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar... Waarom kan je het niet maken? Wat is die mensen beloofd? We hebben het van tevoren gezegd. Hoor. Even dan één nuance aanbrengen. Ja. Ik ben het gedeeltelijk wel met jullie eens namelijk. Althans, ik snap de argumentatie. Behalve dan het stuk. Mensen die hier bijvoorbeeld niet aanwezig kunnen zijn, vanwege wat voor reden dan ook. Daar was ik al bang voor dat er dan een verhaal komt over een zwaar invalide iemand die zijn laatste wens was dit programma nog te zien. Ik begrijp dat die mensen zijn, dat is heel leuk, en die gun ik het allerbeste in hun leven, maar dat is niet waar het over gaat. En als die één vriend hebben, dan moet hij de volgende keer diegene hier naartoe rijden. Dat kan allemaal. Dat kan allemaal geregeld worden. Het gaat gewoon om het gevoel. Mij gaat het heel erg gewoon om het gevoel. Mij ook. Ik vind het zo leuk om met elkaar te zijn. En echt niet dat ik dan ineens allemaal andere verhalen ga vertellen. Nee, dan ben je gewoon met elkaar. Nou, ik ga wel andere verhalen vertellen. Want ik ga een heleboel van onze diep filosofische gesprekken die ik niet wil dat die op internet komen, die ga ik niet vertellen. Oké. Okay. Ja, nee, maar dat is echt waar. Want dat zijn er, we zijn heel dierbare vrienden. En sommige dingen wil ik niet. Maar nu is het gevaar. Nu als die kamers nu uitgaan, denken mensen dat er van Primra de Kies een diep filosofische verhalen komen. En dat is natuurlijk hem niet zo. Nou, dus. Raoul Heertje, welkom in Zout, in Os. Hartstikke leuk. Wat is je beroep? Mijn beroep is, ik ben schrijver en comedian. En ik ben tegenwoordig ook scenario schrijver. En ik ben geboren in Bussum, in een kribbe. Hier wil je het bij laten, want ik mag meer niet uitwekken. Oké. Mensen trouwens, als iemand de vraag heeft voor Raoul, sta op en stel hem. Dat is veel leuker. Met andere woorden, Prim heeft niks voorbereid. Nee, ik heb opzettelijk niets voorbereid. Want je scenario schrijver, welk scenario heb je geschreven of ben je scenario? Ik ben nu in de laatste fase, maar dat denk ik al... zo'n jaar of 5, anderhalf, van een tv-serie over Jos van Rij, de bekende VVD-politicus. Ja, keihard lachen. Het is geen comedy, maar het is... er hebben een paar hele goede journalisten, dat vond ik trouwens mooi, dat stuk over journalistiek. Een paar hele goede journalisten hebben daar een boek over geschreven, over Jos van Rij. En, want er zijn natuurlijk altijd wel verhalen geweest... dat er allemaal dingen gebeurden in Limburg die niet helemaal kosher waren. En daar is toen het idee bedacht om daar een miniserie over te maken. En dat werd op aparte wijze aan mij toevertrouwd. En daar heb ik de laatste jaren aan gewerkt. Dat is echt
Vond ik heel moeilijk, maar heel interessant en ook een mooi onderwerp. Waarom ga je... Je bent heel succesvol als comedian. Ja. Je bent heel, waarom ga je dan scenario's schrijven wat je nog nooit hebt gedaan, die een martelgang is? Het is langer dan anderhalf jaar. Want dan proberen we steeds af te spreken, maar dan heeft hij nooit tijd, want hij moet schrijven. Waarbij alles weer afgekeurd wordt en je heel diep in je totale onzekerheid moet gaan. Waarom wil je dat? Dat wil ik, omdat ik wil ook nog steeds comedy doen, maar ik mocht op een gegeven moment een toneelstuk schrijven. En toen leerde ik ineens over drama, hoe dat eigenlijk werkt. En ik doe altijd heel veel intuïtief en ik ben gewoon ouwe hoer en dan is het leuk of goed of interessant en dan is het klaar. Maar drama heeft gewoon allerlei regels die ik helemaal niet kende. Maar dan moet je ook een langere boog maken. En voor mij is het heel... En ik hou mij nooit aan de regels. Ik ga altijd de regels verbreken. En voor mij is het heel goed. Waarom ga je altijd de regels verbreken? Dat doe ik al mijn hele leven. Dat heb ik mezelf nooit gerealiseerd. Maar dat doe ik gewoon automatisch. Als ik ergens kom... Nou ja, dat is eigenlijk wat nu net ook weer gebeurt. Als ik ergens kom, is het eerst wat ik doe... is de boel aan de kant schuiven en zeggen... nee, maar we gaan even doen... Daar voel ik me blijkbaar prettig bij. Maar ik doe hetzelfde en mensen vinden mij een klootzak en iedereen vindt jou lief. Omdat jij het... jij bent nou een heel lief man, weet ik. Maar jij doet het niet lief. Jij gaat meteen vervelend doen. Jij gaat meteen zeggen... jij zegt meteen, jullie betalen 4 euro. Jullie willen een heel mooi verhaal. En die kamers moeten uit. Dat vinden mensen niet leuk. En dat is ook niet leuk. Maar we zeggen dus... We zeggen beide hetzelfde. Jij zegt het iets liever en grappiger. We denken hetzelfde. Want als er een regel is, denken wij, waarom is die regel er? En dan ga je even nadenken over die regel. En vaak komen we beide met het argument, maar die regel hoeft er toch niet te zijn. En in jouw geval lacht iedereen en zegt iedereen, ja, dat is zo. En in mijn geval zegt iedereen, wat wil je nou? Het is toch zo? Nee, maar dat is echt een fundamenteel verschil. Maar ik wist wel dat dit helemaal geen interview voor mij was, maar gewoon een manier van jou om je eigen gelul weer aan de mensen te komen. Het maakt ook helemaal niet, ik had hier ook helemaal niet hoeven te zijn. Je kunt iedereen neerzetten en dan stel jij een vraag, zodat jij vervolgens die vraag zelf kan beantwoorden op de manier die jij belangrijk vindt. Maar ik vind dat leuk. Ik heb het lang niet gezien. Dus ik vind dat misschien leuk. Is het leuk om nou het nieuw concept... dat je jezelf interviewt. Ja. Nee, maar dat ik mezelf... Oh, dat zou ik heel goed kunnen. Dat zou ik heel goed kunnen. Maar dat kan niet. Dat is de lul voor Prim. En ik moet met hem mee terugrijden. Dus... Je verbreekt alle regels en het scenario schrijven. Dus je was bezig alle regels te verbreken, maar toch het scenario te schrijven. Oh, dan gaan we daar even naar terug. Oké, ja, inderdaad, heb ik toch even aandacht. En, dus voor mij is het enorm moeilijk, maar ook enorm interessant om eens te begrijpen hoe scenario schrijven werkt en hoe drama werkt. Want daar wist ik gewoon niks van. En me ook ineens aan regels te moeten houden. Want je kunt ze pas weer gaan verbreken als je ze echt begrijpt. Ja, dat is voor mij geweldig. Dat is voor, en normaal gesproken, alles wat ik op het podium doe, daar zet ik dingen wel aan of ik fantaseer door. Maar het gaat allemaal over mij en over echte dingen. Terwijl als je drama maakt, dat Jos van Rij verhaal, dat is de basis. Het is geïnspireerd op zijn verhaal, maar ik ben niet, dat heb ik ook meteen gezegd, ik ga niet zijn leven verfilmen of zoiets. Dat vind ik oninteressant. Ik vind het naar zo'n manier ook heel raar. Maar ik vind de thema's heel interessant. Dus ik bedenk allemaal figuren die dat soort dingen doen. Nou, dat is voor mij een geweldige ontwikkeling. Gewoon voor mijn hoofd en voor mijn creativiteit. Alleen, het is beren moeilijk. Want terwijl ik het aan het doen was, moest ik het ook nog leren. En in het begin kon ik er in ieder geval geen zak van. En wanneer komt het op televisie? Hopelijk, dat is al van die proces die heel lang duurt. Hopelijk volgend jaar of misschien zelfs het jaar erop. Maar dat weet ik allemaal niet. Dat zijn enorme grote dingen. En ga jij daar ook in acteren of ben je echt alleen scenario schrijven? Nee, acteren, dat, ik ken, in tegenstelling tot jou ken ik mijn beperkingen. Dus ik ga daar niet in. Je hebt geacteerd in To Be or Not To Be. Dat was ik dat heel goed. Heel maar toen was ik als mezelf. Toen was ik als mezelf. Ik doe altijd, dat is dus een ding. Ik krijg altijd een aparte rol. Nee, dat is ook een ding wat ik moet zeggen. Kijk, normaal mag ik... Ik lul me overal wel uit, zoals jullie van mij. Maar, als je een scenario schrijft, dan moet je dat gewoon inleven. En dan gaat iemand het lezen. Dan kan je niet s'avonds opbellen en zeggen, oh ja, weet je, die ene scène klopt niet precies, maar dan kan ik me niet uitlullen. Dat moet gewoon iemand gaan doen. En dat is heel goed voor mij. Het zou voor jou ook zeer goed zijn, als je jouw gelul een keer op moet schrijven, dat mensen zeggen, dit is gewoon heel slecht wat je nu zegt. Ik heb... Nou goed. Waarom, je bent al heel lang niet meer op televisie. Nee, ik word geboycott. Het is antisemitisme. waarom ben je niet meer op televisie? Nou, ja, dat is altijd heel grappig. Mensen vinden dat het goed met je gaat als je op tv bent. Nee, dat vind ik niet. Ik ben gestopt met Dit Was Nieuws. En verder
Er zijn toch wel aanbiedingen aan jou gedaan? Ja, maar dat is, de aanbiedingen die er zijn, zijn dan van de, met die talkshow dingen en zo. Of om als gast een keer te komen. En als je daar een tijdje nee tegen zegt, dan verdwijnen je ook uit het bakje. En dat is ook heel prettig. Ja, maar ook, ik heb daar ook geen zin in. Nee, want eigenlijk was het enige televisieprogramma wat jij hebt gedaan, dit was het nieuws. Dit was nieuws heb ik gedaan en ik heb nog met Eerlijk Heerlijk Heertje en Winter gaan. Peter en Fico, ja. Peter Heerschop en Fico Baas, een sportprogramma, dat laatste was niet zo goed. Vrienden van Vasvita en toen de school, dat was, ja, ja, de Hollandse school. De Hollandse school, ja. Dat was niet zo, waar we hebben ontzettend gelachen, maar het was niet zo'n goed programma. Nee, en verder doe ik eigenlijk GTW. Toevallig ben ik nu met iets, of heeft iemand iets van mij bedacht, die vindt dat ik op tv moet, dus dat ga ik volgende week een proefprogramma maken. Maar het is niet een soort doel om op tv te zijn. Nee, maar wat is dan eigenlijk het doel in jouw leven? Om het met elkaar leuk te hebben. Met de mensen om me heen. En te proberen ook te zorgen dat niet alleen de mensen om me heen, maar om af en toe iets te zeggen of te doen. Waardoor mensen misschien denken, nou, ik ben niet met die jongen eens, maar ik begrijp nu ineens wel dat er ook een andere manier is van kijken naar dingen en dan worden we misschien wat liever voor elkaar. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Nou, ik heb wel eens, ik heb wel eens bijvoorbeeld, niet om letterlijk over Wilders, maar ik heb wel eens, ik vond altijd in die hele discussie met Wilders gaan mensen altijd citeren wat hij dan misschien gezegd zou hebben in de krant of interview dingen. En dan zeggen mensen, nee, dat heeft hij niet zo bedoeld, of dat klopt niet, of dit en dat. Dan heb ik op een gegeven moment gewoon een speech van hem genomen. Gewoon een speech waar hij echt, daar was over nagedacht. Die hield hij in de Tweede Kamer, dus dat is niet een ding wat hij heeft geïmproviseerd. Nou, dat kun je niet anders, als je dat op een bepaald, als je dat leest en je trekt conclusies ongeveer per woord. Dan zegt hij hele nare dingen. Dan zegt hij echt, zet die mensen, in dit geval mensen die toevallig ook moslim zijn, zet die echt weg als verkrachters, uitvreters, noem maar op. Nou, dat, ik zeg niet dat ik daarmee de hele PVV kapot maak, want dat is ook niet het doel. Maar ik kan wel tegen iemand zeggen, dit is dus waarom ik deze man verachtelijk vind. Omdat je dit soort dingen, als je daarover nadenkt, dit is niet een tekst die ik heb bedacht of in een links dingetje zo. Dit is van hemzelf. Als er dit gezegd wordt, dan is dat heel naar. Nou, en dat op een of andere manier, soms werkt dat. Dat klinkt heel vaag. Ik heb al een keer gehad over. Dat was wel een hele. Dat vond ik eigenlijk interessant. Dat was een heel lang lulverhaal. Nee, doen we niet. Nee, doe maar wel. Nou, ik heb één keer. Toen was er een. Er zijn heel veel van die discussies over vrijheid van meningsuiting. En dat was toen. Je hebt zo'n man die heet Kindergin of zo. Die schreef het VVD-programma. En daar was een. Ik had een discussie met hem en nog wat mensen. Moest ik een debat leiden. En dat was in de tijd van dat. Dat mensen riepen: ja, de profeet moet je gewoon kunnen beledigen. Er is een recht op beledigen. En dus die mensen moeten niet zo zeiken als de profeet beledigd wordt. En toen zei ik, oké, laten we om het debat dan even te kaderen, want je kunt daar uren over lullen, even kijken waar jullie gevoeligheden dan liggen, want er is recht op beledigd. Dus, en toen had ik voor iedereen een bijnaam bedacht. Kijk, moet ik u bij de bijnaam noemen? Dus toen had ik bij die Kindergin, die zei dus het recht op beledigd, niet zo zeiken, die zei, zei ik, moet ik u professor Kindergin noemen? Of moet ik u de man van Rita Verdonk noemen, of Adolf. Die man, en dat vond ik heel naam te zeggen, want ik vind dat soort vergelijken, dat slaat niet. Die man ontplofte werkelijk. Dus een hele grote man, die ging staan, die was jeugdkampioen gewichtsheffen of zoiets geweest, echt waar. En die zei, dat zeg je niet nog een keer, hè. Dat zeg je niet nog een keer, hè. Je weet wat er gebeurt, je weet, ik zei, ja, ik weet het, ik krijg een klap voor mijn bek, hè. Precies, dit zeg je niet nog een keer. En ik vond het dus prachtig, want dit was dezelfde man die riep, ja, recht op beledigen, maar hij is daar dus Adolf tegen zegt. Ik heb helemaal verder geen natie. Ik dacht dat het over Rita ging, in dat stukje. Jij was nog bij Rita. Ja. Ik dacht dat hij boos was omdat je hem Rita de man van zou noemen. Dat kan ook nog. Ja, dat is ook. Dat is ook goed. Ik denk, je verpest mijn verhaal, maar het kan niet. Nu heb ik dus weer wat geleerd van jou. Dus ik heb hem beledigd. Dus jij vindt eigenlijk Rita van ook een erg belediging dan Adolf. De man van Rita erger dan Adolf. Oké. Maar in ieder geval, zo'n moment vind ik dus mooi. En ik denk dus dat er. Ik heb die man echt niet veranderd en ik heb de wereld niet veranderd. Maar als er één student daar in de zaal zat die denkt, wacht even, we hebben het hier over recht van beledigen. Maar als het over jezelf gaat, dan bestaat dat ineens niet meer. Dat vind ik interessant en belangrijk dat we dat allemaal doen. Maar dat ik dat dus ook doe. Maar hoe kan het dan dat jij een van de beste vrienden van Theo van Gogh was?
omdat Theo van Gogh eigenlijk waarom is dat dan raar? Spreekt dat elkaar tegen? Omdat Theo toch de kampioen van de vrijheid van beledigen is. Het ruikt hier naar karamel. Ze verbranden joden met suikerziekte. Allah is groot, Allah is machtig. Zo lul is 1,80 meter. Ja, dit zou dus bijvoorbeeld allemaal niet op internet doen. Nee, maar dat is allemaal wat Theo heeft gezegd. Ik herhaal uitspraken van Theo. Ja, dus ik zeg, en toch was je met Theo heel dik bevriend. En hebben we bij de Stajanken toen hij dood was. Ja, maar omdat... ten eerste gaf hij iedereen het recht, hem, en hij vond, dus hij was niet zo'n hypocriet zoals de meeste mensen. Je mocht over hem dus ook alles zeggen. Ja. Dat was één belangrijk ding. En ten tweede, en dat is een hele rare regel, maar dat is de enige regel die ik toevallig met Theo weet. Ik kende hem en ik ben ervan overtuigd dat hij geen antisemiet was en geen moslims haatte. Nee. Alleen... Ik heb hem een keer geïnterviewd, toen ik hem net kende, heb ik hem geïnterviewd. En toen ben ik al die dingen gaan lezen. Toen zei ik, ja, ik denk echt niet dat jij een antisemiet bent. Maar, want voordat hij tegen moslims was, was hij tegen joden. Ik zei, maar ik denk niet dat je tegen joden bent. Maar ja, ik weet niet wat je wel moet zeggen om tegen joden te zijn. Want je zegt zulke gruwelijke dingen. En ik denk dat jij oké bent. Maar ga me dat maar uitleggen. Maar dat werkte gewoon bij hem zo, dat als hij vond... dat iemand iets verkeerd deed, dan mocht hij vervolgens alles zeggen. Ja. Dus dat is een... ik vind het geen tegenstander dat ik hem mocht, want hij was juist iemand die niet hypocriet hierover was. Ja, dus je bent wel voor de mensen die voor vrijheid van meningsuiting zijn, iedereen maar dat moeten ze ook accepteren. Iedereen mag alles zeggen. Ik vind dat Wilders alles mag zeggen. Binnen de wet mag iedereen, wat mij betreft, alles zeggen. Alleen diezelfde mensen... daar mag je niks tegen zeggen. Nee. En dat maakt niet uit of links of rechts. Alle mensen die namens hun groepje iets roepen, die vinden iets van een ander groepje, maar van hun groepje mag je niks zeggen. Nee. Nou, dat is super hypocriet. Dat ben ik met je eens. Als je zo geëngageerd bent, wat heb je gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen? VVD, nee. ik heb GroenLinks gestemd. Want je zei dat je niet meer zou gaan stemmen. Ja, maar dat vond ik toch dat je dat eigenlijk niet kan maken. Dus toen... Nee, want je vond eigenlijk... We hebben namelijk in aanloop naar de verkiezing... vroeg ik Raoul, wat ga je stemmen? En toen zei je dat je niet ging stemmen... omdat je het geloof had verloren. Nee, ik had niet geloof voor, want ik had geloof verloren. Maar ik vind het heel ingewikkeld... omdat ik wil niet als een debiel behandeld worden. En politici behandelen ons allemaal, dus ook mij, als een debiel... Dus die gaan voor de verkiezingen zeggen, nou dan gaan we dit en dit en dit. Als je op mij stemt, gaat er dit en dit en dit gebeuren, want dat staat in ons partijprogramma. En dat is helemaal niet zo, want wij hebben een systeem in Nederland waarbij je coalities maakt, waarbij je dingen met elkaar moet uitwisselen. Er is helemaal niks meer aan de hand. Kun je gewoon zeggen van, hoor eens, wij denken dit en dit en dit en dit, maar hopelijk vertrouwt u mij om die en die reden genoeg, dat ook al gaan wij dingen veranderen, dat u toch ervan uitgaat dat dat om de juiste reden is. Dan word ik niet als een debiel behandeld. Maar al die mensen behandelen mij wel als een debiel. Zeggen, je moet op mij stemmen, want dan gebeurt er dit en dit. De enige die kan waarmaken wat hij zegt, is een dictator. En die hebben we nog niet. Nee. Dat is mijn reden om niet te stemmen. Maar daar dacht ik, oké, dan stem ik op GroenLinks, want dat gaat toch niet gebeuren. En op wie van GroenLinks heb je gestemd? Ik heb op een... van mijn vader heb ik geleerd het principe om altijd op de hoogste vrouw, in ieder geval op een vrouw te stemmen op de lijst. Ja. Dat heb ik denk ik gedaan, maar ik weet niet... Ik heb ook op een vrouw gestemd uiteindelijk. Maar Raoul, wat me dus intrigeert... dit moet ik echt kwijt. Sorry, even tussendoor. Meneer Jan Sol van de SP. Wilt u alstublieft een cursus communiceren leren? Ja. U bent tegen het plan... omdat er 10 miljoen van het ossengeld naar een private fucking ondernemer gaat... en die vervolgens met die 10 miljoen iets gaat kopen om het terug te verhuren aan OS. En dan kan je liever als OS die 10 miljoen nemen... en zelf een verbinding bouwen tussen de bibliotheek en het nieuwe Vendex-complex... en allemaal winkeltjes zetten die je verhuurt, zodat OS dat geld terugkrijgt. Daarom bent u tegen het plan. En als u het zo helder had gezet, was die gladjanus naast u niet ervan doorgegaan in het debat. Maar goed, sorry, dat moest me even van het aan. Sorry, het zat er te veel aan. Jij kunt echt wel wat. Raoul, waarom erger je je aan kijk, we weten dat het niet populair is om altijd even goed de waarheid te zeggen. Toch erger je ontzettend aan de hypocrisie, terwijl je omringd bent door hypocrisie.
Ja, en ik ben natuurlijk zelf waarschijnlijk ook heel vaak een hypocriet. Alleen, volgens mij gaat het erom in het leven, denk ik, om je bewust te zijn van allerlei processen in je eigen hoofd en in je eigen leven. En dat wel te zeggen. En ik kan, waar ik niet tegen kan, is dat net doen alsof dat niet aan de hand is. Dat heb ik gewoon heel... Niet van dat alles eerlijk of echt moet zijn, maar ik wil gewoon dat het... Ik wil gewoon niet als een gek... Ik heb dat tegen Rutte ook wel eens gezegd. Ik wil gewoon niet behandeld worden als een debiel. Doe dat dan gewoon niet. Dat zijn we toch niet. We zijn toch niet gekken. We zijn niet allemaal, dat heeft niks met onderwijs wat dan ook te maken. Je kunt toch gewoon dingen tegen ons zeggen. Ja, maar daarom mis ik iemand als Jan Marijnissen. Die deed dat. Maar ik bedoel... Ja. Ik denk dat we daarom bepaalde types missen in de politiek die dit zeiden. Ja, maar dat is dan weer de mensen omheen daar zeggen van, ja, je moet zussen zo doen en duidelijk. Je mag bijvoorbeeld nooit van mee. Dit is een van de ergste zondes tegenwoordig, is als je iets vindt en dan 3 weken later zegt, weet je, ik heb er nog eens over nagedacht. Klopt niet. Dan ben je aan een, weet ik veel, ik weet niet, flip-flop of zo. Dan ben je ineens een idioot. Terwijl, dat is toch wat het leven is. Je vindt wat, je praat met iemand, je hebt ervaring, denk je, weet je wat, het klopt gewoon niet wat ik zeg. Maar als je dat doet, dat is een soort politieke doodzonde. Ja, terwijl het voortschrijdend inzicht is. Ja. Ja, daarom stem op Heertje. je boek Mark Rutte is geen lesbisch. Nee, Mark Rutte is lesbisch. Oh, Mark Rutte is 2012 verschenen, geloof ik. Ik weet niet, jij hebt het voorbereid. Nee, ik heb niets voorbereid. En dat boek was echt een gigasucces. Ja, tuurlijk. Maar alles wat ik aanraak is goud. Kan je dan vertellen wat je zo allemaal wat je hebt aangeraakt? De afgelopen 50 jaar. Nee, als je het toch zegt. Nee, maar dat boek. Ja. Dat gaat over het absurdisme en over deze hypocrisie en hoe in de massamedia wordt tegenaan wordt gekeken. We zijn 5 jaar verder. Er is geen moer veranderd. Nee. Maar dat. Het enige wat je hebt gedaan is je zakken gevuld met het boekje. Nou, met een boekje vul je niet enorm zakken. Nee, ik heb vooral heel erg gelijk gekregen, vind ik zelf. Maar dat vind je natuurlijk altijd van jezelf. Maar ik denk ook niet... Ik heb ook echt niet de illusie dat je dingen echt kunt veranderen. Je kunt niet meer doen. Ik heb bijvoorbeeld het hele circus rond Maurice de Hond. De peilingen. Opiniepeilingen vind ik een walgelijk ding. Want mensen gaan dat echt serieus nemen. Van als er nu verkiezingen zouden zijn, dan dit en dit en dit en dit. Alleen dan zijn er nooit verkiezingen op dat moment. Dus het is een volslagen, onbenullig, onbelangrijk ding. Alleen de mensen moeten geld verdienen. En mensen moeten naar de tv kijken. En programma's moeten worden gevuld. Dat doen ze dan met dat soort gelul. Nee, mensen zoeken een houvast trouwens. Nee, maar het slaat nergens. Ja, maar het hele geloof, Maria slaat nergens op. Nee, Jezus slaat nergens, het hele geloof slaat nergens. Nou, dan heb je de methode Maurice de Hond. Dat is sowieso, volgens wetenschappers, daar weet ik niks van, al een discutabele methode. Want niemand weet wat de methode is. Toen ben ik gewoon mee gaan doen aan die methode. Dus ik ben gewoon gaan kijken, oké, hoe gaat het dan? En ik heb me opgegeven. Nou, toen kwam ik achter dat ze niks checken. Dat ik met 10 miljard e-mailadressen lid kon worden. Vond ik allemaal heel interessant. Ik dacht, oké, je kunt dus gewoon zo beïnvloeden. Vervolgens kwam ik achter dat als ik dingen invulde, en dan zei ik, dan vroegen ze aan me, ik heet Bert Bok, en waar komt u nou vandaan? Nou, ik kom uit Afghanistan, en ik ben lesbisch, en ik heb een vrouw, en ik heb 8 kinderen. Nou, en dan werd ik gevraagd, oh wat leuk, kunt u ook op onze andere panels gaan we u vragen stellen? En dan was ik ineens Jan Gerritsen, en dan had ik een Afrikaanse man, en ik had helemaal geen kinderen, en ik was, dat kind was homo. Ik bedacht een heleboel bij elkaar, maar er was dus geen enkele computer die zegt, ja, maar dit is gewoon allemaal gelul, want er zit helemaal... Het is, niemand leest, ik heb letterlijk gezegd, leest iemand überhaupt wat ik invul? Ja, dat is natuurlijk niet zo, want dit is gewoon... Nou goed, in ieder geval, dat stond allemaal in dat boek, en dat deed ik niet vanuit de gedachte... Ik dacht, nu heb ik iemand ontmaskerd en zo, want ik weet het ook niet precies. Maar ik deed vanuit de gedachte van, oké, ik ga het nu gewoon eens doen. En dan maak ik mensen er bewust van dat ze niet de hele dag achter dat soort onzin aan moeten rennen. Maar dat interesseert mensen, of zeker mensen in de media interesseert dat helemaal niks. Want die moeten hun programmaatje vullen. Ik weet echt van programma's die man elke dag hadden, die zeggen, ja, we kunnen wel zeggen, hij mag niet komen, want het is allemaal wat onduidelijk. Maar dan gaat hij ergens anders zitten. En wij vinden dat een leuk itempje. Ja, maar als je ook weer kijkt, je hebt ook het programma gemaakt, Eerlijk Heerlijk Heertje, wat over dezelfde systematiek. Maar het gaat over dezelfde systematiek. En sinds ik je ken, ja. Ook in je stand-up comedy, praat je over deze systematiek. En dan doe je het met eenvoudige voorbeelden, dus het is wel een rode draad. Ja, dat klopt. Nou,
En dus vanuit die rode draad heb je het op verschillende... Je hebt het via televisieprogramma geprobeerd, via stand-up comedy, via een boek. Ja. Maar eigenlijk ben je een soort Don Quixote die strijdt tegen iets wat je ziet, wat we allemaal wel weten, maar eigenlijk... We don't give a shit. Of they don't give a shit. Nou, ik denk dat in Oost nu wel een soort revolutie gaat. Wij krijgen windmolens namelijk. Als je dat ook over Don Quixote hebt. Ja, dit kan heel goed, maar ik doe... kijk, ik vind dat je altijd... dat ik tegen mezelf moet zeggen dat ik mijn best heb gedaan. En als je ouder wordt, dan is het gevaar, er zijn allerlei gevaren, maar een van de gevaren is dat je dus cynisch wordt en denkt, nou, het heeft toch allemaal geen nut en de machten zijn toch te groot. En daar heb ik geen zin in. Dus ik moet van mezelf altijd mijn best blijven doen. En niet met de pretentie van, oh, ik ga de wereld veranderen, maar misschien zijn er mensen die denken, hey, wacht even. En dat toch doen, want erbij neerleggen, wat dus overal nu gebeurt, het is een soort onverschilligheid van, ja, je kunt toch niet tegen ze op. Ja, dan gaat het zeker fout. En misschien ben ik dan maar Don Quixote. Nou, ik vond dat een geweldige figuur. Ja, nee, ik was een enorme fan. Ik heb dat boek, ben ik uiteindelijk gaan lezen, want iedereen zegt Don Quixote. Nou, dat is echt een geweldige... Ja, ik ben een grote fan van die man. Dus als jij mij Don Quixote noemt, dan is dat een enorm compliment voor mij. Oké. Okay. Wat, als je dat... Je gaat nu dat toneelstuk doen. Is er iemand die nog iets wil vragen voordat... Even kijken. Niemand die iets... Nee. Oké. Okay. Pak de kans, hè, want... Nee, maar... Dit is echt Primera de Kiesjoen, hè. Wat? Hey, iemand een vraag? Nee, niemand een vraag. Oké, dan ga ik weer zelf lullen. Nee, ik probeer namelijk... Nee, ik denk, je komt hier, een heleboel mensen hebben misschien... Want ik ben niet zo van gevoelens en emoties, dus dan... Misschien willen ze wat voor iets wat ik niet over nadenk. Ik zit zo huilend in de auto, hè. Huilen van dit mislukte interview. Nee, maar wat kunnen we dan nog van je verwachten in de toekomst? Nou, je bent nu klaar met dat script, weet je wel? Ja, ik ga weer comedy doen. Ja, ik weet eigenlijk niet precies. Dat klinkt heel, maar ik ben zo bezig geweest met dat scenario dat ik eigenlijk niet zo heel erg verder heb. Nou, ik heb heel erg zin meer. Ik ben toen uit de comedy train gegooid, dus dat was mijn comedy eventjes weg. Uit comedy train gegooid? Ja, of gesmeten of gebonjourd. Wat even dat ding wat je hebt opgericht, comedy train. Ja. En Toemler, ja, ik zie Stijn al kijken, ben je eruit gegooid? Ja, maar dat is al 3 jaar geleden, maar daar ben ik uit. Ja, dat is heel naar. Ja. Dus daar ben ik uitgegooid. En dus toen heb ik een tijdje was comedy, moest ik dat even rustig doen. Maar en toen kwam ik eruit gegooid? Wat is gebeurd? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Precies weet ik niet. Daarvoor moet je bij mensen van comedy train zijn. Maar zoals ik het... dat is goed dat het nu het eindmuziekje moet. Heel mooi. Volgende week weer. Een cliffhanger. Dat heb ik nou met drama. Nee, er zijn gewoon een paar mensen die op een vrij nare manier tekeer zijn gegaan. Zogenaamd namens de groep. En dan vraag ik dat mensen uit de groep. En dan zeggen ze, nee, dat is helemaal niet waar. Dan zeg ik, nou, dat moet je dan niet tegen mij zeggen, maar tegen diegene namens de groep. Nee, dat durven we niet. En ja, als ik in de situatie... Kijk, ik vertel het nu heel alsof het niks doet. Het doet mij heel veel. Maar als ik in een situatie kom dat ik de hele groep bij elkaar moet gaan roepen en gaan vertellen dat ik wel oké ben, dan hoef ik al niet meer. Dus toen heb ik gezegd, oké, als je het op die manier doet, prima. Maar daar, ik heb het juist opgezet om dit soort gelul te vermijden. En als je me daarmee nu gaat achterbaks en hufterig probeert te tackelen, dan ben ik weg. Okay. Wat een vrolijk einde van dit gesprek. En je bent weg bij comedy train. Ja, maar ik begin dus nu mijn comedy weer en voor de rest... Maar dan, je hebt geen vast podium, dus waar gaan we vanavond naartoe? Ik ga vanavond, dan moet ik naar Zaandam, naar een heel vaag poppodium en daar ga ik spelen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dat is ook weer zo'n ding. Dan ben je gewoon met elkaar en dan ga je praten en dan hoop je dat het iets moois wordt. Maar dan ga je spelen, zeg je dan? Ja, comedy. Stand-up. Okay. En nu nog een belangrijk ding, want dit is wel leuk om te vertellen. Raoul stapte in en was helemaal van slag. Hoe zit het nou met jou en je schriftje wat je gisteravond kwijt bent geraakt in Rotterdam? Dat ben ik kwijtgeraakt. Daar staat dit hele gesprek staat daarin. In klad. Nee, maar je hebt dus een schrift, gewoon een schoolschrift? Nee, gewoon zo'n mooi schriftje. Ja. En daar schrijf ik gedachten in op, voor optreden en zo. En die was ik vergeten. Maar wat voor gedachten? Dus dan, als je nu dat schrift bij je zou hebben gehad, en we zouden van het podium lopen, wat zou je dan in het schrift schrijven? Oh ja,
is niet dat ik de hele dag dat schrijf. Jezus. Nou, ik zou nu schrijven, nooit meer je telefoonnummer aan het begin aan die kies omgeven. Nee, maar dan schreef je dan dingen en dat is jouw babel, jouw nee, niet bij mij. Het zijn gewoon, gedachten over waar ik misschien iets mee kan doen, die ik dan wil delen. Hoe je, maar dat schrift was je dus kwijt. Was ik kwijt. En dat vlak van voor dit schitterende gesprek heb ik gehoord dat het gevonden is. Ja, maar je was echt van slag toen je dacht. Ja, dat, maar ja, waarom is het dan omdat, zo? Omdat zit allemaal. Ik krijg mensen wel op nu kwaad weg. De dief van mijn houd hem. Ja, maar daar zitten je gedachten in. Daar zitten gewoon gedachten in. Maar niet in je telefoon of zo, maar je toch ouderwets in het schrift. Ja, ik vind ook schrijven is ook. Ik voel me helemaal geen schrijven, maar dit is schrijven. Ik vind het heel ingewikkeld. Ik doe wel dingen met mijn telefoon, maar dat doe ik niet. Ik schrijf mijn gedachten in zo'n schrift, dat vind ik ook prettig. En dan kan je er naar kijken. En hoeveel van die schriften heb je nog? Ik heb wel 100 van dat soort schriften. En net zoals Louis van Gaal, ga je dan ooit terug in die schriften? We moeten afronden. Oké. Raoul, tot slot van dit fantastische interview. Ja. Hier live in Os, wou je nog wat zeggen? Nee, ik vond het... kijk, we hebben elkaar heel lang niet gezien. Dus dit is een omweg om elkaar toch weer te zien. Ik weet niet of elke keer al die mensen erbij uit moeten nodigen. Maar ik vond het heel leuk. Ja, jullie weten natuurlijk niet wat er anders gezegd zou zijn als dit niet gebeurd was. maar ik heb niet zoveel te zeggen. Ik vind dat jullie dit vooral... Ga er vooral mee door. En ik zou inderdaad proberen om dat hele plan nog eens even goed door te lichten. Van de bibliotheek en de financiering. Want mijn dochter is nu 18, maar zelfs die zou zeggen, nou, daar klopt echt geen einde flikker van. Dat bedrijf is heel fout bezig. Dankjewel, dames en heren, Raoul Heertje. Afgelopen seizoen was hij al gastinterviewer hier in Zout. Maar deze onderzoeksjournalist van het Brabants Dagblad heeft al veel vaker in Zout geacteerd. Vandaag grijpt hij naar het oude vertrouwde wapen van de scherpe pen en het gesproken woord. En hartelijk welkom voor columnist René van der Lee. Dinsdag, dan wordt in Den Haag het regeerakkoord gepresenteerd. Is dat spannend? Mwah, valt wel mee. Het meeste weten we al, want veel plannen zijn de afgelopen dagen al gelekt. Binnenhofwatcher Ron Frezen zei vrijdagavond in het NOS-journaal, er is niet gelekt, er is gesproeid. De vier toekomstige coalitiepartijen lekten als een vergiet. Een hapje voor de NOS, een hapje voor RTL, een hapje voor de Volkskrant, een hapje voor het AD, een hapje voor de Telegraaf. Iedereen tevreden. Nog niet zo lang geleden kon je als journalist trots zijn als je met dank aan je lekkende bron nieuws kon brengen. Je had uren in een kille parkeergarage staan wachten op een of andere deep throat. Of je had ergens in je zondagse pak in de struiken liggen te gluren. Of je had een ijdele burgemeester 12 glazen wodka moeten voeren. Allemaal hoogst onaangenaam werk. Maar ja, het leverde wel mooie primeurs op. Tegenwoordig gaat dat allemaal heel anders. Laten we ook even naar Os kijken. Ossenaren, daar waren vroeger kampioenen in het zwijgen. De mannen van de Ossenbende waren het grote voorbeeld. Je kon ze een brandende sigaret in het gezicht duwen. Je kon ze een pistool op het hoofd zetten. Je kon ze een mes op de keel zetten. Het hielp allemaal niks. Ossenaren hielden hun kop dicht. Iemand zou er eens een mooie film over moeten maken. De Ossenpolitiek deed ook altijd zaken in achterkamertjes. Eén keer in de maand werd er een openbare vergadering gehouden. Maar hij werd zo slecht geacteerd dat na verloop van tijd de publieke tribune alleen nog maar bevolkt werd door ambtenaren. Anno 2017 schijnt ook hier het tij gekeerd te zijn. Ja, het is waar. Onlangs werd er nog wel een besloten vergadering uitgeroepen. Het was woensdag 20 september. De Ossenredactie van het Brabants Dagblad kreeg er lucht van, maar slaagde er niet in om uit te vogelen waar het over ging. De Ossen-Omerta leek een ere hersteld. Leek. Want nog dezelfde avond besloot het gemeentebestuur de inhoud van de geheime vergadering op te sturen naar de advertentieafdeling van het Brabants Dagblad. Die advertentie was bedoeld voor de krant van vrijdag. Maar op donderdagochtend kreeg de redactie de o zo geheime boodschap met een simpele muisklik onder ogen.
Een kwartier later stond het nieuws op internet. De gemeente Os wilde niet meewerken aan de komst van een provinciale mestfabriek. Nooit eerder hoefden mijn Osse collega's zo weinig moeite te doen voor een primeur. Een cadeautje in de schoot geworpen door naïeve, om niet te zeggen onbenullige, communicatiespecialisten van de gemeente. Inmiddels zijn we 2 weken verder en is heel de noordvleugel van het Osse gemeentehuis gesloten vanwege een lekkage. Alle leidingen zijn gesprongen. Het nieuws stroomt zo de raadhuislaan in. Je hoeft er als journalist maar een emmertje onder te houden en klaar is Kees. Dat is Os in 2017. Lek, lekker, het lekst. De vroegere kampioenen van het zwijgen zijn nu de kampioenen openbaarheid van bestuur. Het nieuwe kabinet van Mark Rutte kan er een puntje aan zuigen. Maar van zoveel transparantie word je als journalist toch ook wat onrustig. Ik het tenminste wel. Journalisten moeten tegels lichten die bestuurders niet gelicht willen hebben. Journalisten moeten, zoals mijn collega Jos van der Ven deze zomer in Den Bosch deed, vertellen wie er allemaal stiekem hebben geprobeerd om burgemeester te worden. En nog leuker is het om te lezen waarom ze werden afgeserveerd. Persvoorlichters die zelf de krant opzoeken en de sluizen van het stadhuis openzetten, verdienen wantrouwen. Geen rode loper. Journalisten die er anders over denken zijn journalisten van, jawel, lek mijn vestje. Laten we daarom met z'n allen hopen dat de loodgieters van de firma Kempkens snel een einde weten te maken aan al die lekkages in het Osse stadhuis. Dank u zeer. Dankjewel René. Een lekkere column. Nog net niet onze huisband, maar al vanaf het prille begin spelen ze regelmatig hier in Zouten noten van het blad. Uw aandacht voor Joop van Orsouw, Clement-Jan Langens en Jan Borgers, oftewel de CJ's. Ja, er zijn veel bandjes op het podium, dus we moeten even allemaal opprikken, toestanden. Ja. Ja. Maar we worden altijd gedaan voor ons, maar we moeten het allemaal zelf hebben. Ain't got wings.
hommage. Ja, heel mooi. Een ode aan Tom Petty. Juist. Ja. Ja, waar veel te weinig aandacht is in besteed. Dus bij deze. Mooi, jongens. Ik weet niet of jullie dat gemist hebben, maar die is dus afgelopen week overleden. Geweldig muzikant. De ontwikkelingen rond de V&D, ook wel aangeduid als het Walkwartier, houden de gemoederen in Os flink bezig. Volgens de Os-ondernemers en cultuurdirecteuren liggen er prima plannen. Gas erop is hun devies. Er ligt nu een gouden kans om door te pakken. De meerderheid van de raad steunt de plannen. Alleen de SP trekt aan de noodrem. Vandaag een zoutend debat met cultuurwethouder Frank den Broek en SP-fractievoorzitter Jan Zol. Maar dat wordt voorafgegaan door een korte presentatie van het plan door stadsontwerper Martin Hagrijs. Frank en Jan, mag ik jullie vast uitnodigen. Martin. Helemaal gelijk, de plannen zijn heel mooi, maar het is nog mooier als de beelden erbij zijn. Een paar deeltjes, ik heb 5 minuten, dus langer ga ik het ook niet maken. Ik hoef eigenlijk niet te vertellen waar de V&D ligt, hè, het hartje van ons stadshart. Eigenlijk de meest prominente plek om echt iets te doen voor de toekomst van het stadscentrum. Misschien om even een beeld te schetsen. Het is bijna 2 jaar geleden dat V&D failliet ging. En van de 62 locaties van V&D... is nu eigenlijk bij 2 locaties, waaronder Os, het voorstel om het gebouw te slopen en daar echt iets nieuws te doen. Alle anderen zijn nog of in ontwikkeling, tijdelijk gebruik, of Hudson Bay heeft er inmiddels zijn intrek genomen. Dus ja, hier de luchtfoto van de locatie. Mag ik een volgende plaatje? Ja, hoe mooi was het ooit? Ik zie dat hier toch wel wat mensen zitten die zich dit misschien nog kunnen herinneren. We hebben het echt over het begin van de vorige eeuw, moet ik zeggen. Dus rond 1910, 1920, met het prachtige kerkje. Maar ook al de eerste plannen. Mag ik één druk op de knop? Van de Vendet. En de Vendet, dat was wel iets speciaals, en zeker in Os. Want er was ooit een plan, u ziet dat een beetje rechts in een soort krantenartikel voor een V&D hier. Een echt warenhuis, 4 verdiepingen hoog, zoals we die warenhuizen overal in Nederland kennen. Maar meneer Dreesman ging op studiereis naar Amerika en ontdekte daar iets nieuws en kwam terug met een nieuw concept en dat heette de Vendet. En die Vendet, ja, die heeft ons de doos gebracht die daar nu op deze plek gebouwd is. Had niet meer staan op een gemiddeld bedrijventerrein, maar uiteindelijk heeft die heel lang gestaan. Wat niet wegneemt, en dat ziet u aan het artikeltje linksonder, bijna hilarisch om te lezen, hoe enthousiast men was en hoe trots men was dat die Vendet hier naar Os kwam. Met een hele uitleg hoe dat überhaupt allemaal werkte. Dat je zo'n gebouw binnenging en zelf dingen moest pakken en zo. Volgende. Al sinds 1 jaar of 8, 9 zijn we plannen aan het maken voor die locatie. En in eerste instantie dus in de tijd nog dat V&D voor ons beeld nog een gezond bedrijf was. Nou, misschien wisten we op de achtergrond wel al beter. Maar met V&D hebben we talloze plannen gemaakt voor die locatie. Ook omdat de eigenaar van het pand wel inzag dat zoals het pand daar nu bij staat, echt niet kan. He, ooit de prijs gewonnen als lelijkste gebouw van Os. Nou, dan moet je toch wat in huis hebben, denk ik. Dus we hebben tal van plannen gemaakt, maar ook ambitieuze plannen waarin V&D Os zag als een soort pilot om echt iets nieuws te gaan realiseren. Nou, het liep allemaal anders, volgende plaatje. Want wat ik zeg, V&D ging 2 jaar geleden failliet. En alles en iedereen kwam ineens met ideeën van wat gaan we nou op deze locatie doen. Ofwel met het bestaande pand, of we gaan gewoon echt opnieuw beginnen. Nou, 1,5 jaar geleden hebben we samen met de eigenaar van het pand besloten om echt hier opnieuw te beginnen. Ook de kansen te pakken die hier liggen om echt iets te doen voor het centrum van Os. En er kwamen tal van plannen. Eentje daarvan, daar ziet u het plaatje rechtsboven, van een initiatiefgroep hier uit Os. Ik denk dat de mensen hier ook van in de zaal zitten. Het plan dat heet Uit Huis, om een cultuurhuis midden in het centrum te maken. En ik neem aan dat de discussie daar straks ook voor een belangrijk deel over gaat. Volgende plaatje. In die tijd hebben we eigenlijk gezegd van waar willen we eigenlijk met dat centrum naartoe? In de wetenschap dat we een middelgrote stad zijn. Midsize heet dat als je het een beetje hip wil zeggen. En dat zijn de binnensteden die het op dit moment erg moeilijk hebben. Alle ketens die vertrekken hier eigenlijk. En je moet echt heroriënteren wat je nou met je centrum hier in de toekomst wil.
En dat hebben we ook gedaan en dat is vertaald in een koers die gemeentebreed zeg maar, in de raad is aangenomen, ongeveer een jaar geleden. En daar zit een hele menukaart in van wat wij denken dat belangrijk is om in dat centrum te doen. En zeer concreet daarin, dat is het vijfde menu, is gezegd van we moeten die wal, hè, de locatie van V&D, het parkeerterrein erachter en nog wat bebouwing daar in die omgeving moeten we aanpakken voor een nieuw plan, voor een nieuwe toekomst van Os. En daar kunnen we heel veel dingen in realiseren. Bijvoorbeeld, een van de meest belangrijke dingen eigenlijk van die koers is dat we functies gaan verbreden. Dat we niet meer in een binnenstad denken in termen van alleen maar winkelen, retail, maar dat we denken aan de combinatie van wonen, werken, winkelen, recreatie, cultuur en evenementen. En dat deze locatie daar uiteraard ook behoorlijke kansen voor biedt. En daar komt bij dat het Ossencentrum wel een stukje verbetering kan gebruiken. He, van het lelijkste pand hopen we toch uiteindelijk ook naar een van de mooiste panden hier in Os te komen. Volgende plaatje. Dat plan dat zijn we eigenlijk gestapt niet zozeer om nou hier gelijk weer een nieuw gebouw neer te zetten, maar vooral eens na te denken vanuit de openbare ruimte. Wat voor pleinen heeft Os, wat voor groene ruimtes heeft Os. En vanuit die gedachte kijken van wat zou je met deze locatie nou willen doen. Zo zien wij hier de kans om de Molenstraat, een van de oudste en mooiste toegangen eigenlijk van het centrum, om die weer een beetje de oude allure terug te geven, veel meer groen daarin te brengen, het profiel daarvan te verbreden, zodat de terrassen die daar zitten ook veel meer kans krijgen. Het parkeerterrein achter de V&D, hè, wat de Wal heet op dit moment, om daar een mooi stadsplein van te maken. En dat ook zodanig te maken dat het een prettig plein is met veel groen, wat ook aansluit op de grote groene ruimte die we daar rechts zien, dat is het sportveld van de Titus Brandsma Lyceum. He, die kunnen samen iets toevoegen aan die binnenstad. Nou, daar zijn ook wat plaatjes van hoe dat er uiteindelijk uitziet. Mag ik de volgende? Nou, ik zweer u dat de beelden er in het echt mooier uitzien. Als u wilt kunt u vanaf morgen de tentoonstelling zien. Hier vlakbij in het oude V&D-pand met alle beelden. Want ik zie dat ze hier toch een beetje vaag doorkomen. De belangrijkste wat we hier bij elkaar gebracht hebben zijn toch die functies die ik net al noemde. Wonen, vooral een heel klein stukje retail. We gaan hier flink terug in het aantal vierkante meters retail op deze locatie. Een belangrijke toevoeging is het idee van het cultuurhuis om dat hier als nieuw element toe te voegen. Wat ik al zei, die openbare ruimte, die pleinen, die moeten er mooi uitzien. En dit is echt nog maar een soort eerste massastudie. Er is al heel veel gediscussieerd, ook in de gemeenteraad, over architectuur. Nou, ik verzeker u, zover zijn we nog niet, maar dat gaat binnenkort ook komen. En de boodschap is ook duidelijk dat het allemaal goed ontworpen moet worden en dat het allemaal een menselijke maat moet hebben, met ook nog een beetje oog voor de geschiedenis. Maar dat zijn de volgende stappen. Een van de belangrijkste dingen, misschien nog als laatste, om iets te vertellen over dat uithuis. We hebben gezegd van dat moet een laagdrempelig gebouw zijn, wat zodanig in dat hele nieuwe blok is opgenomen, dat je daar bijna bij toeval doorheen loopt. Dat is iets anders dan zoals het nu aan de Raadhuislaan is, waar je bewust naartoe gaat. Je hebt je van tevoren al bedacht, ik ga naar de bibliotheek of ik ga naar het stadsarchief. We hebben hier bewust gekozen om een gebouw te maken wat eigenlijk verbonden is met die omgeving, waar je bijna zoals je vroeger door het V&D heen liep als warenhuis, en aan de andere kant ergens er weer uitging om op die manier, op allerlei manieren, kennis te maken met alles wat er in dat uithuis gebeurt. Nou, wat er verder allemaal in zit, daar hebben jullie meer tijd voor, dus ik denk dat ik het hier even mee laat. Eigenaar is een Van Deurzen groep uit Rosmalen, een soort retailer, bekend onder andere van de Shoebi-formule. Dus in het pand zit op dit moment ook een pop-up store van de Shoebi. En met die eigenaar zijn we de plannen nu aan het maken. Dank u wel, Martin. Mijn vroegste herinnering eraan is toen daar de Toro in zat. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja. Ik dacht waarom we even oud waren. Ja, kwestie van geheugen, Frank. Eventjes extra. Ik zag net bij de presentatie zou ik staan, en dat is misschien wel kenmerkend voor dit heel dossier, is verrassing en beleving. En dat is natuurlijk wel waar we op dit moment middenin zitten. Dus ook wel kenmerkend voor de voorafgaande discussie. Ziet er goed uit, Jan. Plan. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, het gebouw is, als het laatste plaatje wat nu gepresenteerd is, is ruimtelijk ziet het er mooi uit. Wat ik begrepen heb, is ook in de raad is dat besproken, er komt veel minder winkelruimte, dat is goed.
er komen woningen in het centrum bij. Dat is prima. Dat woontorentje mag wel wat kleiner. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Ja, in principe eventjes het financiële plaatje hier buiten gelaten. Waar wij dus allemaal niks van af weten, behalve jullie. Ja, dat komt omdat het Brabants Dagblad klaagde nogal dat alles openbaar was. Dus we hebben besloten toch een gedeelte geheim te houden. Hebben we nog wat te lekker moeten doen. Ja, juist, ja. Maar op zich, de plannen aan zich, daar kun je je wel in vinden, Jan. Of althans, jij namens de SP. Ja, een compacte centrum, zoals het genoemd wordt, dat vinden wij belangrijk. Ik bedoel, het is ook net al gezegd, winkelcentra van steden zoals Oost, die hebben het moeilijk. Internet aankopen, ketens die wegtrekken. Dus dat betreft die aanpassing in het centrum, dat vinden wij prima. Alleen, ja, de invloed die nu gegeven wordt, daar hebben wij wel zwaarwegende bezwaren tegen. Maar vind je de sterke punten van dit plan? De sterke punten van het plan, ik heb het net al gezegd, de verkleining van het aantal vierkante meters winkeloppervlak in het centrum is goed. Daar is nu te veel van. Er staat dus veel leegstand. Dat wonen mogelijk wordt gemaakt. De ruimtelijke invulling ziet er goed uit. Het is prima dat de VND-pand plat gaat. Dat is ook een wens van de meeste Oostenaren. En dat daar een goede invulling komt. Ja. Zwakke punten. Nou, de zwakke punten van het plan gaat eigenlijk over de verplaatsing van de bibliotheek, waar heel veel mensen bezwaar tegen hebben. Het waarom is ook erg onduidelijk. Er is echt niet echt serieus onderzoek naar gedaan naar allerlei verschillende varianten van de aanpassing en een eventuele verplaatsing van de bibliotheek. Er wordt achter het V&D-pand is nog een winkelstrip, dat is een wat nieuwe gebouw. Dat heet dan in de gemeentetaal de energiestrip waar de spiegel zit. Dat wordt plat gegooid als de plannen doorgaan. Dat is een vrij nieuw gebouw. Dat vinden wij zonde van het gebouw. Dat is een soort kapitaalvernietiging. En het financiële plaatje wat er ligt, dat is in feite het heikele punt. Een groot heikel punt voor ons om het plan te steunen. Als ik jou nou goed beluister, is zeg maar over alles valt te praten. Maar het is vooral die financiële onderbouwing waar de SP eigenlijk op stuk loopt. De financiële onderbouwing en dat er eerst goed uitgezocht wordt. Wat willen we met de bibliotheek? Wat is goed voor de bibliotheek? Is verplaatsing nodig? Of versterken we juist het cultuurcluster, het cultuurkwartier rond de Laterslaan, waar al de voorzieningen bij elkaar zitten? Wat en situaties waar menig stad van de omvang van ons zijn vingers bij af zou likken. En dat hier nu uit elkaar wordt getrokken zonder dat er in feite een goed onderzoek onder ligt van nut en noodzaak. Frank, dus een onderzoek. Oh, ik zou zeggen, niet nog een onderzoek. Volgens mij zijn we al heel erg lang aan het onderzoeken met de stad. En net werd al terecht gezegd dat we al bijna 10 jaar met het stadsproject bezig zijn. En nu, het heet dan met een mooi woord, momentum. Nu is eigenlijk wel echt de tijd om iets te doen. De vastgoedontwikkelaar zijn we constructief mee in gesprek. De nood in het centrum is hoog, de centrumondernemers staan erachter. In het cultuurveld zien we veel ambitie. Ook zij staan achter de plannen. Dus het momentum om toe te slaan, het ligt geld op de plank, de raad wil wat met het centrum. Dus ja, ik vind dat het hoog tijd wordt om de rotte kies te trekken, om zo maar eens te zeggen. Ja, dat is duidelijk. Als je nou luistert naar de kritiek van Jan, en dan met name over die bibliotheek en dat verhuizen. Ja. Ja, ik neem aan dat jij dus voor die verhuizing bent. Zeker, ik denk dat de BIEB heel veel waarde toevoegt aan de stad. De BIEB trekt ongeveer 600 bezoekers per dag. Dat is heel fijn als die ook naar de binnenstad komen. En je ziet heel veel synergie, ook qua openingstijden, tussen de BIEB en de winkels. En dan denk je dat je dan heel veel kruisbestuiving krijgt. En we willen in dat pand willen we ook echt die kruisbestuiving vormgeven. Dus met open ruimtes dat je van BIEB heel makkelijk naar horeca, naar retail, zelf naar wonen kunt gaan. Andere functies toevoegen. En aan de andere kant aan de Raadhuislaan kunnen wij, als je wat strategischer verder kijkt, kunnen we de Lievekamp faciliteren. Want ook dat gebouw is volgend jaar 50 jaar oud. Daar moeten we ook iets mee. En dan kunnen we dan over een aantal jaren mee aan de slag. Daar komen we wellicht nog over te spreken. Hangt een beetje af hoe het gaat. Want die hebben ook al een lange lijstje ingediend, heb ik vernomen. Als ik nou naar jullie allebei luister. Hè? Ik bedoel, jij bent dus niet bereid om daar nog onderzoek naar te doen. Maar is wel duidelijk hoe die correlatie zit met de BIEB en eventuele verplaatsing daarvan? Of is het allemaal puur gebaseerd op aannames van jullie allebei? En is het dan dus niet wenselijk om daar wel onderzoek naar te doen? Voor allebei. De vraag is hoe je zoiets moet onderzoeken. Hoe jij moet onderzoeken of je een cultuurvestiging in je stad, of dat een succes is, ja of nee. Dat is heel lastig. Jan zit langs je. Ja, nou, er is een tijd terug. Wat was het? 1-2 jaar geleden is er een klein rapport verschenen. Een quickscan heet dat. En
dat is in feite geen onderzoek geweest. We zijn een aantal aannames neer op papier gezet. Het kan goed gaan, het kan elkaar versterken. Het is misschien mogelijk dat. Er zijn een aantal voorbeelden aangehaald van plaatsen waarbij die discussie ook gespeeld heeft. Als ik het uit mijn hoofd zeg, was het Enschede, Katwijk, Wijchen en Arnhem. In al die vier plaatsen, of in drie plaatsen, is er nooit een verplaatsing van de bibliotheek naar het centrum uiteindelijk gerealiseerd. In Arnhem is er naast het centrum een hele mooie bibliotheek neergezet. Daar zijn we geweest. Ziet er prachtig uit. Maar Arnhem is toch wel van een andere omvang dan ons, neem ik aan. En wil je heel veel geld gaan investeren in zo'n verplaatsing, laat dan duidelijk zien wat de gevolgen zijn van de verschillende scenario's, van verschillende alternatieven. En die heb ik nog nooit gezien. Kijk, er wordt vaak gezegd, de synergie binnen het cultuurpand is daar tussen Piep en Lievekamp. En natuurlijk inhoudelijk en conceptueel, en ze schrijven nu ook samen de nieuwe cultuurvisie, is die overeenkomst er wel. Maar feitelijk is de een dicht, terwijl de ander open is. Dus je profiteert niet van elkaar. En ik denk door de Piep naar de stad te halen, dat je die kruisbestuiving wel kunt vormgeven. Overigens de cultuursector, ook in de plannen van de Piep, in de plannen van de Lievekamp, in de plannen van Muzelink, sorteren we voor op een verhuizing, omdat zij dat ook allemaal echt zien zitten en meerwaarde vinden voor de toekomst. Ja, nou, ik denk dat, de cultuursector heeft ook aangegeven meer te willen samenwerken. Dat is handig als je in een gebouw zit, of in ieder geval dicht bij elkaar, zoals nu het geval is. Kijk eens naar de Raadhuislaan, waar en theater en bibliotheek en Muzelink en iets verderop een theater, een stukje meer naar het centrum, de Groene Engel. Dat is een mooi compact geheel en overzichtelijk. En ik denk dat dat een hele goede situatie is om de cultuur in ons te versterken. En niet alleen met stenen, maar vooral ook inhoudelijk. Want daar is het de laatste jaren ook wel in misgegaan. Er is heel veel bezuinigd. Dus als ik even kijk, en even samenvattend, Frank. Als ik jou hoor, stakeholders zijn eigenlijk allemaal voor. Ja. SP heeft een enquête gedaan onder de bevolking. Onder 600 personen. Nou, er is iets uitgekomen. Dat is gepubliceerd. Nou, er zijn vragen over de suggestieve vraagstelling van die enquête, maar dan nog. Van die 600 personen, Jan, hoeveel daarvan waren zeg maar tegen die verhuizing? Of? Van die 600 personen, daar is ongeveer 80% tegen de verhuizing. Tweederde vindt overigens dat het gebouw van de V&D plat mag. En dat er een mooi stadspark of een evenementenplein wordt gerealiseerd. Volgens mij is iedereen het daar wel over eens. Ja, ik bedoel... Uniek trouwens. Zelfs wij, Jan. Nou, kijk eens aan. Die stap hebben we vast gezet. En wat er ook duidelijk uitkomt, bedoel, we hebben 600 mensen ondervraagd. Daar zijn we ook langs de deur geweest, die hebben een groot gedeelte. En die zeggen ook, ja, de sloop van dat pand waar de spiegel nu zit, dat is gewoon een kapitaalmeting. Dat vinden we zonde. En verhuizen van de bibliotheek, waarom? Toevallig zijn wij gisteren begonnen met het enquêteren van bezoekers van de bibliotheek. En de vragen van, wat vindt u van de bibliotheek? Nou, iedereen die er komt, die vindt het prachtig, logisch, anders ben je gelid. Maar daar geeft ook weer een grote aan. Ongeveer driekwart van de mensen zeggen, ja, die verplaatsing, dat is onzin. Het zit hier prima, ik kan hier goed parkeren. En als ik naar de stad wil, dan ga ik toch naar de stad. Dus het bijzondere ook is, als je de mensen vraagt naar de bibliotheek, iedereen die weet ervan, die heeft enig zicht op de plannen. En dat is anders dan vaak bij andere dingen. En iedereen zegt, joh, doe het alsjeblieft niet. Financieel is het niet goed doordacht. En de verplaatsing van de bibliotheek... Waarom? Waarom? Ik hoor op verjaardagsfeestjes ook wel eens, joh, de Piep zit nu toch goed? Ja, die Piep zit nu ook best goed. Ik zeg niet dat de Piep slecht is, maar als je dan de kans krijgt en de verantwoordelijkheid neemt om uit te leggen wat er speelt in de cultuursector, hoe de Piep van de toekomst eruit ziet, hoe groot de nood in het stadscentrum is en wat je allemaal kunt realiseren op het gebied van cultuur, theater en in de toekomst, dan gaan mensen toch heel anders denken en heel anders kijken. Dus vaak ook het gesprek aangaan. En angst zit vaak nog in parkeren, zit in bereikbaarheid. Allemaal dingen die je gewoon, als je doorpraat met mensen, die je gewoon weg kunt nemen. Er komen gewoon 40 parkeerplekken recht voor de deur bij de Piep. Via het Jurgensplein ben jij binnendoor via de Houtstraat net zo snel bij een nieuwe bibliotheek als dat je nu helemaal om het gebouw heen moet lopen. En dat is ook betaald parkeren. En achteraf ook trouwens Jurgensplein. Lijkt nog beter. Dus als je dan in gesprek gaat en je hoort de argumenten aan... Ja, zie je vaak aan het eind van zo'n gesprek toch dat mensen toch anders en genuanceerder gaan kijken. Maar inderdaad, wat je zegt, de eerste reactie van mensen vaak, ja, hij zit niet goed. Maar wij zijn bestuurder van de stad geworden om naar de toekomst te kijken. En we zien een aantal ontwikkelingen en daar moeten we nu maatregelen voor nemen, denk ik. Proef je wel wat kritiek zeg maar, op de enquête? Dat valt eigenlijk om. Ik heb de enquête nauwelijks gezien, maar ik vind als je bestuurder bent, ga je in gesprek met de mensen. En dan ga je het gesprek aan, wat houdt je bezig? En als ik
vraag van waarom vind je dan dat het gebied niet moet verplaatsen, is het toch heel vaak de herkenbaarheid van het gebouw, de veronderstelde samenwerking met het Lievekamp en het parkeren dichtbij. Dat zijn mensen, dat zijn dingen die mensen bezighouden. Mag ik dat dan emotionele redenen noemen? Daar zitten emotionele redenen bij, ja, denk ik, ja. En als dan uitgelegd wordt hoe de situatie gaat worden, gaan mensen overstag? Dan zie je dat er zo'n mensen best anders genuanceerden tegen de zaak aan. Is dat ook wat de SP ervaren heeft met de enquête en het langs de deur gaan? Nou, als je met de mensen praat, dan zit er altijd nuance in. Dat is natuurlijk zo. In het verhaal zit ook een financiële uitwerking. Die getallen zijn allemaal geheim, daar mogen we niet over praten. Dat is ook wel een kritiek die wij hebben gehad op de snelle beslissing die genomen wordt. Ja, dat maakt dit gesprek ook best lastig. Dat maakt het lastig, maar als ik zonder exacte getallen te noemen mensen uitleg wat de financiële constructie is, dan vinden ze het allemaal een raar plan. Dan zeggen ze, wie verzint zoiets? Dit kan niet waar zijn. En dat is wel. Dan zeg ik tegen mensen, hey, we steken een paar miljoen in een nieuwe bergplaats in Berchem. We steken een paar miljoen in een nieuwe Acropolis in Megen. Mag onze huiskamer van de stad dan ook een paar miljoen kosten? Is dat dan heel erg? Nou, waar nog veel meer mensen komen, waar nog veel meer urgenter is dat er iets moois komt. En dan zeggen mensen, ja, je praat ongeveer over dezelfde bedragen. Ik noem geen bedragen, maar dat is echt ongeveer hetzelfde. Nou ja, ik ga er even vanuit dat de wethouder inderdaad die inzicht heeft in die financiële situatie. Ja. Weet wat kan en wat niet kan. Ja. Althans, daar ga ik vanuit, alleen ja, ik weet het niet. Ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk laatst de commissie en de raadsbehandeling gehad. En dan moet ik zeggen dat sommige partijen, ook SP, ook sommige andere partijen, ons ook wel goede dingen meegaven die we nog mee kunnen nemen in het onderhandelingsproces. Ja, ik denk dat alle neuzen wel dezelfde kant op staan, maar ja, hoe het ruikt, dat is een beetje de vraag. Ja. Frank, wat opvalt in die procedure? We hebben net een mooie verhandeling over gehad. Ja, juist, ja. Ja. We zijn allemaal naar het Louvre. Wat opvalt in die procedure is dat gemeentebestuur de initiatief voor die centrumontwikkeling een beetje uit handen heeft gegeven aan de stakeholders waar we het straks al over hadden. Van waar eigenlijk die move? Nou, past ook een beetje bij onze wijze van bestuur. We laten heel veel door de samenleving zelf doen. En de werkgroep Uithuis die kwam eigenlijk met een pamflet waarin een conceptuitwerking was van ja, hoe kun je nou zo'n binnenstad, zo'n huiskamer van de binnenstad vormgeven. Zo'n third place, zoals de laatste meneer Aart Vossen zei in de weverij. Een soort huiskamerfunctie. Wat is daarvoor nodig? Mensen moeten zich thuis voelen. Je moet koffie kunnen drinken. Je moet je dingen na kunnen vragen. Er moet een balie zijn. Ook boeken, dat is ook leuk. Een toeristisch informatiepunt, dat soort dingen. Daar zijn we eigenlijk mee aan de haal gegaan. En zo zien we ook dat we op dit moment bijvoorbeeld de cultuurinstellingen zelf de cultuurvisie laten schrijven. Het is niet meer de gemeente die zegt, nou, wij vinden dit en dat. We gaan natuurlijk wel toetsen. Vooral toetsen of er goed samengewerkt wordt. Of die verbinding met het amateurveld er is. En met het osse DNA en zo. Maar we proberen die maatschappij uit te dagen om zelf met dingen te komen. En daar gaan wij op mee. Daar varen wij op mee. Jan, wil je erop reageren? Nou, die plannen van het Uithuis die zijn gepresenteerd enige tijd geleden, dat ziet er niet mooi uit. Ik bedoel, dat hebben we ook altijd gezegd. Het plan was in eerste instantie ook om het VD plat te gooien en daar een park van te maken, een stadspark. En dan gaan kijken wat er mee moet gaan gebeuren. Dat is het. En ineens komt de Vendeuze groep en die zegt van ik wil zelf gaan investeren. En dat is prima, dat is zijn terrein, dat is zijn gebouw. Gooi het plat en maak er iets moois van. Is het niet heel mooi dat de Vendeuze groep zelf ook wil investeren? Ik vind het geweldig. Ik ben er alleen, blij mee. Alleen, ja, dat begrijp ik. Alleen zit daar een eis van bij Vendeuze bij van er moet cultuur bij. En daar gaat het mis. Al want de gemeente moet daar geld in stoppen. Een aantal miljoenen. En, je kunt een investering noemen. Bij een investering denk je, daar krijg je iets voor terug. Het gebouw wordt neergezet. Het wordt helemaal eigendom van Vendeuze. Er zit een gedeelte in wat voor de cultuur is. En dan moet OS gaan terughuren voor vele maal de huur die nu betaald wordt. Ik leg het aan de mensen uit, die vinden het allemaal een raar idee. Ik vind het ook een raar idee en een heel slecht idee. Als ik het zo hoor, dan heb ik ook even zo van, ja. Maar van de andere kant, ik kan over de financiën niet te veel zeggen, daar komen we op terug. Wat dan? Ja. Wat is het alternatief, Jan? Nou, als je dat uitrekent, dan besteed je in een jaar of 10 over 10 miljoen voor dat bedrag, kun je een heel mooi gebouw inzetten en is het wel van jezelf en dan kun je het zelf gaan beheren. Frank? Ja, ook dat is een van de opties die wij bespreken met Vendeuze. Nogmaals, we hebben een kader. Serieus? Is dat ook echt een serieuze optie? Ja, dat is een serieuze optie. Waarom? Je moet alle opties openhouden. En dat doen wij ook. Nou, dat is in ieder geval heel prettig. Want dat betekent dat er eventueel wel iets in het verschiet ligt waarbij iedereen het eens is. Wat de Raad in ieder geval heel duidelijk aan ons als college heeft meegegeven is, het financiële kader moet transparant zijn.
En moet duidelijk zijn voor de Ossenaren waar het geld naartoe gaat. En die pakken collega Wagenmakers en ik ferm op dit moment. Er zijn geluiden uit de gemeenteraad dat als de mensen zouden weten welke financiële onderbouwing hieronder zit, ja. dat je ja. zich kapot zou schrikken. Ja, dat is een leuk krantenkop altijd, als je dat soort dingen roept. Ja, ik glijd een beetje van. Ik citeer Joop van Ossau. Ja, dat zijn mooie krachttermen. Ja, nou ja. Ik denk dat er een redelijk gedegen plan lag met wat losse eindjes. Ik denk dat de raad inderdaad wat losse eindjes heeft benoemd die nog beter kunnen. Hebben we ook meteen ook gezegd. En nu is het kans om, nu is het de zaak om met een goed plan te komen. Dat proberen we in december te doen. Ik hoop dat we dat halen. Want ik vind echt, ik kijk naar alle verkiezingsprogramma's. En we gaan weer naar de stembus in 2018. In 2014 hebben we ook gestemd. Alle partijen zeiden, we moeten wat met de stad. We willen vooruit. Het stadscentrum heeft het nodig. Ik vind dat het een schandaal zou zijn als deze raad, die erfenis, die beloftes in al die verkiezingsprogramma's, alle acht partijen niet waarmaakt. Ik vind dat we het gewoon moeten proberen deze raadsperiode met elkaar af te hechten. En door kunnen geven aan een nieuwe raad om echt te bouwen in de stad op een mooie manier. Jan? Ik ben het helemaal met hem eens. Er moet wat gebeuren in het centrum. En, kijk, dat is fijn. En daar is ook bij de afgelopen raadsvergadering een flink bedrag voor gereserveerd. Ook alleen, de SP is altijd een voorstander geweest van stadscentrum. Echt een belangenbehartiging van het stadscentrum en van de cultuur. Hier komen die twee dingen eigenlijk perfect samen. Dan snap ik de nee nooit zo goed. Wat de financiële constructie heb ik net uitgelegd. Het is echt een belangrijk punt voor ons. En er wordt nu vooral geïnvesteerd in stenen. En niet in inhoud. Er is de afgelopen jaren heel veel bezuinigd op cultuur. Ook door vele crisis. Bibliotheek, het museum van Kuenen. En nu gaat het beter. En nu wordt er alleen geïnvesteerd in stenen. En die stenen die zijn niet van de gemeente, die zijn van de Van Deuzengroep. Waar we fors voor moeten gaan betalen. En de inhoud, daar hebben we nog steeds niks van over gehoord. En dat het gaat om het centrum en de inhoud van de cultuur. En die twee, dat staat voor ons op nummer één. Hartstikke duidelijk. Natuurlijk is het, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Zijn in december dan ook die financiële plannen bekend? Wij werken daar knijterhard voor op dit moment. Dus Je hoopt van wel dus, dat meer of niet, Frank? Ja, maar ook, we leggen zelf die druk op. Ook omdat, maar is dat een keiharde toezegging? Want het is natuurlijk wel hartstikke belangrijk dat dat ook duidelijk wordt. Hè? De raad is natuurlijk ervoor 100% om te bestaan, niet omdat je meerdere partijen nodig hebt. Ja, dat snap ik. Dat begrijp ik allemaal. En ik bedoel, het is natuurlijk fijn om te horen van, daar doen we ons best voor. Maar dat is natuurlijk wel hartstikke belangrijk om daar een fatsoenlijk eindoordeel over te kunnen geven. Maar ik zei dat we de knijterhard aan werken, dat we erover gaan. Dat denk dat lukt. Daar gaan we je aan houden, Frank. Nog heel even kort dan over de Lievekamp, want die heeft inmiddels ook iets ingediend. Eigenlijk een drastische verbouwing die neerkomt op nieuwbouw. Kostte 27 miljoen. Is dat serieus? Ja, dat vind ik heel serieus. Hoeveel geld heeft de gemeente Os om te besteden? Op dit moment geen 27 miljoen voor de Lievekamp. Okay. Als je kijkt naar de lange termijn, ook hier weer. Ik ben als bestuurder ben ik al bezig met 2030. En dan moet je gewoon kijken welke dingen spelen er. Bij de Lievekamp zie je de ontwikkeling dat met name de grotere producties enorme schaalvergroting hebben. En dat die, als het zo doorgaat, vanaf 2025 ongeveer de Lievekamp over gaan slaan. Omdat ze die te klein vinden. Dat is een risico voor de Lievekamp. Plus het gebouw is al 50 jaar volgend jaar. En na 60 jaar is het afgeschreven, tenminste technisch. Ja. We zijn daarover aan het nadenken. En 27 miljoen, ja goed, in een bos kosten weer 3 keer 27 miljoen. En daarna kregen ze nog een forse rekening, geloof ik. Dus nee, dat is een bedrag waar ik... Dat is ontzettend veel geld. Maar ja, daar gaan we gewoon de komende raadsperiode... Zal een nieuwe college daar zich over moeten buigen met de gemeenteraad. Maar ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Nee. Okay, je moet ambitie hebben als dat, hè? Ja. Jan? Nou, het is een hoop geld. In de hele discussie rond de bibliotheek en het museum en het theater hebben we altijd gezegd van... schets nou een aantal scenario's. Wat willen we met cultuur? Inhoudelijk en met stenen. En werk het uit. Het is met de vernieuwing en eventuele plaats van de bibliotheek is het ook toegezegd. Het is er nooit gekomen. Dus ik neem aan dat het nu wel gaat gebeuren. Maar het is een hele hoop geld. En we moeten maar zien waar het vandaan moet komen, eerlijk gezegd. We wachten nog even af. Er zal ongetwijfeld links en rechts wat gelegd gaan worden de komende tijd. Maar in ieder geval in december hopen we ook de financiële onderbouwing te zien. Dan kunnen we verder kijken. Heren, dank voor jullie komst. Ja, mijn lek zit vooral in mijn kamer. Ja, dat dacht ik. Ja. Ja, ik denk, wat ruik ik al de hele tijd? Dames en heren, Jan Zol, Frank de Brok.
Jawel. Blues, Americana, rock'n'roll en country. Gemixt met passie, zweet, hartstocht en verschaald bier. Dit is een café, wij zijn zout. Dit zijn de CJ's. Swingers, oh, the jungle VIP. I reached the top and I had to stop, and that's what's bothering me. Wanna be a madman, cop and stroll out in the town. I be just like the other man, I'm tired of monkeying around. So, ooby-doo, wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. Ooh, someone like me. And learn to live, just want love like you. Now don't try to take me back up, I'll make a deal with you. Mean inside is a man who has fire to make my dream come true. Wanna be a secret man, come show me what to do. Meet my fun of a mad rest flight, and I can be with you. So, ooby-doo, wanna be like you. Wanna walk like you, talk like you. You, ooh, someone like me. And learn to love, just one thing like you. You, someone like me, and learn to be just one thing like you, and learn to be just one thing to do, and learn to be just one thing. Godverdorie, je nou in één keer Jungle Book. We hebben een nieuw genre aangeboord, jongens. We hebben gerepeteerd, dat is echt memorabel. Ja. Nou, het is te horen, complimenten. En jawel hoor, meneer woont net in Ravenstein en Ravenstein roept haar eigen vrijstaat uit. Dit kunnen wij ook, moeten ze in Catalonië gedacht hebben. Maar of er daadwerkelijk een verband is, weten we niet. Wel dat hij onverwacht toch zijn column kan uitspreken hier in Zout. Een warm welkom voor Theo van Duren. Ja, goedemiddag allemaal. Ik stond inderdaad niet aangekondigd, want ik dacht eigenlijk dat ik die weekend in Frankrijk zou zijn. Vandaar dat ik me had afgemeld. Maar toen ik vanmorgen wakker werd, lag ik gewoon in mijn eigen bed in Ravenstein. Dus het bleek allemaal te berusten op een misverstand. Dus ik ben er toch. En dan maak ik van de gelegenheid maar even gebruik. Ik heb dus geen column voorbereid, maar het is wel van belang, denk ik, om de Ossenaren, want het merendeel is Ossenaren hier, denk ik. Of wie zijn er allemaal Ossenaar? Nou, dat is dan het grote nieuws, dat moet toch gebracht worden, want er is nogal een spectaculaire machtsovername heeft plaatsgevonden tussen de laatste Zout en nu de nieuwe Zout. Dat is namelijk het uitroepen van de Vrijstaat Land van Ravenstein. Dat is aangekondigd in de Vrijstater, dat is de krant van het Land van Ravenstein. Hier ziet u hem. Het is gebeurd op 7 juli. Ik weet niet of iemand van jullie die krant heeft gezien. Nee, daar was ik al bang voor. Nee, het budget is nog erg beperkt van de Vrijstaat. Dus we verschijnen, deze krant die verschijnt, dat staat in het colofoon, in een oplage van 16.000 exemplaren, dat is via de Arena. En hij verschijnt, zoals Maria, dus zoveel mogelijk. Maar waar en wanneer blijft onbewust. Ja, jullie zien hier dus, dit is de Wennerman van staan en die moeten jullie allemaal gaan kopen ook. Dat is de Vrijstaatsvlag, die wapperde de eerste dag. Je ziet de vouwen er nog in zitten, hij komt net uit de verpakking, dus hij wappert nog een beetje onwennig. Maar
De bedoeling was wel dat jullie die allemaal aangeschaffen natuurlijk. Dan is er iets, de vraag natuurlijk bij jullie is van hoe is dit nou in zijn werk gegaan? Dat we in één keer, dus allemaal onder, per direct, valt dus heel os, dus ook het gemeentebestuur, onder de landsraad. De landsraad, die zit in Kleef. En die heeft absoluut de bevoegdheid. En hier op de achterkant van die krant, en misschien brengen we hem nog een keer opnieuw uit, als er een beetje budget is, dan zien jullie hoe het zover is kunnen komen. Hè? Want het land van Gravenstein heeft vier, van Vrijstaat heeft 400 jaar lang, is dat een zelfstandig staatje geweest, weten jullie dat? Zelfstandig staatje, een vrijstaatje, midden in het oorlogsgewoel, 80-jarige oorlog, allemaal om ons heen, overal werden veranderde grenzen, werden aan, maar de vrijstaat land van Gravenstein was vrij. Toevluchtsoord derhalve ook voor vervolgden. Overal werden, door die protestanten werden overal, de katholieken werden overal weggejaagd. En die kwamen allemaal hier terecht. Met als gevolg dat wij hier in de Vrijstaat dus een onvoorstelbare rijkdom hebben aan religieus erfgoed. Kloosters, kerken, kapellen. Nergens ter wereld vind je dat. En wij vinden, dat vindt dan de landsraad. Ik spreek namens de landsraad, ik ben chef staatspersbureau. Dus al wat ik zeg is via, ik spreek... Is dus inderdaad, wij, de landsraad denkt dat dat prachtige cultureel erfgoed beter onder de aandacht van het buitenland kan worden gebracht, middels Vrijstaat Land van Gravenstein, dan gemeente Os. Vandaar dat we de zaak is overgenomen. Dus de ontwikkeling van de Vrijstaat is als volgt. Napoleon maakte er een eind aan, de Franse Revolutie was afgelopen. 200 jaar was Gravenstein van de kaart. Maar ze zijn dus weer begonnen met annexeren. Dus ze hebben eerst Herpen geannexeerd. Toen deden die de deur in Denenburg. Toen hebben ze de grote stap gemaakt. Os geannexeerd. En dit betekent dus dat op dit moment de Vrijstaat Land van Gravenstein is exact de gemeentegrenzen van Os. Dus dat kun je ook in die krant zien als die ooit bij jullie in de bus gaat vallen. Kun je het een beetje zien zo? Ja. Dit is dus de Vrijstaat Land van Gravenstein. Nou, het heeft natuurlijk nog een impact gehad, snap jullie wel, de burgemeester van Os doet hier ook uitleg, want die heeft over die annexatie, zegt zij, ik heb altijd gedacht dat het andersom was. Dat snappen we. Maar goed, op dit moment is dus dit aan de orde. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Wat gaan we doen? Want wat is het probleem een beetje? En dat is wel belangrijk om te weten, de Vrijstaat is iets te vroeg uitgeroepen. Dat staat op de voorpagina, ik zal het even, even het begin lees ik even gauw voor, dan weten jullie dat. Dus tot grote verrassing van vriend en vijand is vrijdag 7 juli het land van Gravenstein officieel uitgeroepen tot Vrijstaat. Volgens getuigen van deze historische gebeurtenis om 2:50 in de ochtend plaats in de Brouwerijstraat in de hoofdstad Gravenstein bij de muur aan de achterzijde van de pastorietuin. Het is nog niet duidelijk wie de uitroep heeft gedaan, maar het, is wel, het staat wel vast dat het een officiële uitroep betreft. Nee, volgens getuigen bleek het namelijk een dronken man te zijn, 2:30 s'nachts, die daar dus die Vrijstaat heeft uitgeroepen. En de vraag is dan, is dat rechtsmatig? Nou, Martijn van Marwijk, kennen jullie die? Professor Martijn van Marwijk, meest vooraanstaande rechtswetenschapper van Nederland, heeft hij onderzocht. Hij zegt, ja... Dit valt gewoon onder de vrijheid van uitroepen, dus dat is niet meer terug te draaien. Het nadeel van dat te vroege uitroepen is echter wel dat het bestuurlijk natuurlijk allemaal nog niet op orde is. Dus er is een missieve uitgegaan, dat betekent een boodschap. Missieve, de landsraad regeert per missieve. Boodschap, dat klinkt sympathiek, maar het is gewoon een bevel. En... Dus alle raadsleden en het college en de burgemeester van de voormalige gemeente Os hebben dus bericht gekregen dat de Vrijstaat iets te vroeg is uitgeroepen. Dus ze zijn opgedragen om in functie te blijven tot nader orde. Want het moet allemaal wel gewoon doorgaan. Welke stappen zijn er inmiddels genomen? Er worden in alle dorpen en steden schouten benoemd. 24 stuks, er zijn er al 21 van benoemd. En dat zijn allemaal niet de minste. In Gravenstein is natuurlijk professor Martijn van Marwijk is daar de schout. Maar wat dacht je van Denenburg? Roel Augustijn, jazeker. Schout van Denenburg.
En zo gaan wij daarmee verder tot alle schouten benoemd zijn. We zijn er. Ja, de schout van Os wordt natuurlijk de grote verrassing. Wie gaat dat worden? We zijn druk bezig, we hebben een aantal kandidaten. Ik kan er verder nog niks over zeggen. Dan moet natuurlijk heel snel de defensie op orde worden gebracht. Probleem, we zijn op zoek naar een kanon. Er is een kanon gestolen in Ravenstein. En dat is gebeurd op 18 juni 1544. En dat verjaart niet. Dus daar gaan we achteraan, want de Bossenaren worden ervan verdacht. Die hebben destijds dat bolwerk vernield. Dan zijn we bezig nog met het uitbreiden van de Universiteit van Ravenstein. Hij is al in functie, draait al. Er is al één onderzoek is al uitgebracht, dat is van de faculteit, dat is de biologie en zo, en dieren. En die hebben al onderzoek gedaan naar huisdieren. En het zijn allemaal onderzoeken, dat is wel leuk. Het zijn allemaal onderzoeken die ten gunste zijn van het Land van Ravenstein. Dus in dit geval is onderzoek gedaan naar de intelligentie van huisdieren. Dus er zijn 7 verschillende huisdieren uit 7 verschillende landen. Vergeleken met elkaar, verschillende soorten ook. Hè. En dan blijkt dus dat huisdieren in het Land van Ravenstein door de bank genomen iets intelligenter zijn dan huisdieren daarbuiten. Met name de cavia en de parkiet scoren goed. Dan het kasteel wordt bestuurscentrum, dat staat ook hier in de krant. Kasteel van Ravenstein, gesloopt, moet worden herbouwd. Er is een brief uitgegaan, je kunt allemaal nakijken. Jullie moeten echt het Facebookpagina gaan volgen nou, hè, als burger van Vrijstaat. De Facebookpagina Vrijstaat Land van Ravenstein, dat kun je het zien. Er is een brief gestuurd naar formateur Zalm voor herstelbetalingen van de sloop van het kasteel. Dat hebben zij gesloopt, dat moest in hun opdracht. Dus de herbouwwaarde is geschat op 9 miljoen. Dan is er ook gederfde inkomsten van bezoekers. Hebben ze uitgegaan van het gemiddelde bezoekersaantal van een ander gelijkwaardig kasteel, waar Hugo de Groot uit is ontsnapt, hoe heet het ook alweer, Loevestein. Hebben gewoon gekeken hoeveel bezoekers komen daar. Nou, daar zou in Ravenstein ook ongeveer het geval zijn geweest. Maar de gemiddelde toegangsprijs, en dan zit je op 12 miljoen, ja. En dan komt de grote klap, dat zijn gederfde inkomsten, horeca. Namelijk, dat is berekend op basis van het gemiddelde gebruik van een bezoeker na een bezoek aan een kasteel. Dat is, ondergrens hebben we genomen, koffie met appelgebak of een bastion. Dat is het bier van de brouwerij in Ravenstein. Dan kom je in totaal uit op 32 miljoen en die brief is verstuurd, ligt bij Zalm. Hij heeft gereageerd dat hij hem heeft ontvangen en voor de rest hebben we nog niks gehoord. Want ze lekken ontzettend, maar niks over het kasteel. Dan... Tot slot, het staat ook al hier aangekondigd, er moet natuurlijk een volkslied komen, is al gecomponeerd, is zelfs al voor de eerste keer uitgevoerd in de Garnizoenskerk in Ravenstein, is vervolgens afgekeurd door de landsraad, terwijl het aan alle criteria voldeed. En over een maand zitten hier aan tafel, als ik het wel heb, burgemeester Buis en de schout van Ravenstein, Matthias van Maurik, om over de toch wel bestuurlijke complexiteit die dit oplevert te gaan praten met elkaar. En dan zal ik aandacht gaan besteden aan het volkslied. Hoe dat gekomen is, waarom het echt helemaal aan alle criteria voldoet en waarom het toch is afgekeurd. Dus daar gaan we het in gehoor brengen. Tot die tijd, burgers, leve de Vrijstaat. Dank jullie wel. Dankjewel Theo, en handige informatie, want ik heb net gehoord dat een nieuwe schouwburg 27 miljoen kost en een nieuw kasteel 9. Dat moeten ze maar eens uit kunnen leggen. Dat gezegd hebbende, afgelopen donderdag staakten, zoals bekend, vele duizenden leraren om aandacht te vragen voor hun vak. Meer geld, meer tijd, meer waardering. Gedurende die dag circuleerde er een filmpje in de media van oud voetballer en oud zoutgast en muzikant Bjorn van der Doelen over dit thema. Met zijn zegen en toestemming graag uw aandacht voor dat filmpje. Ja.
kerstmuziek. Sorry jongens. Ja, zoals altijd zijn ze al klaar. De CJ. Mijn excuus, heren. Nou ja, voor een laatste optreden zitten ze alweer klaar. En we zullen ze ongetwijfeld vaker en weerder zien. Uw luisterend oor voor de CJ's. Mama don't allow no guitar in this town. Mama don't allow no guitar in this town. I don't care what mama don't allow, gonna play the guitar anyhow. Mama don't allow no guitar in this town. Mama don't allow no bass in this place. Mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow, gonna play the bass anyhow. Mama don't allow no bass in this place. Mama don't allow no drummer in this town. Mama don't allow no drummer in this town. I don't know what mama's gonna do, gonna play the drums anyhow. Mama don't allow no drums in this town. Filmpje klaar staat, dus ik zal de intro daarvan niet meer doen. Bij deze wil ik graag alle leraren en leraressen, meesters en juffen een hart onder de riem steken. Hou vol, blijf staan en bijt van u af. Want het valt allemaal niet mee, godverdomme, zeker met die ouders van tegenwoordig. Daarom zou ik tegen de meesters en juffen willen zeggen, roep die ouders een keer bij elkaar in de aula en zeg vervolgens tegen die ouders dat we het vanaf nu anders gaan doen. Dat we vanaf nu iedereen zijn kop moet houden. Dat ze die jongens 's ochtends op het schoolplein af kunnen zetten en 's middags weer op kunnen komen halen. En dat ze zich voortaan nergens meer mee hoeven te bemoeien. Zeg tegen die ouders dat ze er eigen tekortkomingen en tijd die ze niet aan hun kind besteden hebben, niet moeten proberen te compenseren in het eerstvolgende 10 minuten gesprek. Zeg tegen die ouders dat als hun kind een lager schooladvies had gekregen, dan zij hadden gedacht of gehoopt dat jong waarschijnlijk niet beter kan of wil leren. En zeg tegen die ouders dat het niet erg is dat niet iedereen naar de universiteit hoeft om, laten we wazigen, iets met computers baan te krijgen, maar dat het prima is als het kind bakker, slager, loodgieter, bouwvakker of van mijn part leraar wordt. Zeg tegen die ouders dat als hun Jantje op zijn flikker het gehad op school, dat komt omdat hun Jantje vaak een vervelend lastig jong is, dat waarschijnlijk thuis te weinig wordt gecorrigeerd en te weinig liefde en aandacht krijgt. En dat kinderen liefde en aandacht nodig hebben en daarom vragen linksom of rechtsom. Is het geen positieve aandacht dan maar negatieve, als ze maar gezien worden. En dat als Jantje de volgende keer thuis komt klagen omdat hij van de juf of meester op zijn flikker het gehad, dat ze dan niet op hoge poten op school verhalen komen halen, maar tegen Jantje zeggen dat hij het er dan waarschijnlijk zelf naar heeft gemaakt en dat dat godverdomme niet nog een keer moet gebeuren, want dan krijgt hij mee een draai om zijn oor. Of trouwens, die redder alleen. Bats!
En zeg tegen die ouders dat ze vertrouwen moeten hebben in de meesters en juffen. Dat ze het goed voor hebben en ook fouten moeten kunnen maken. Dat daar niet meteen het einde van de wereld is. Zeg tegen die ouders dat heel, heel lang geleden ouders hun kinderen zelf alles leren. Maar dat we dat op een gegeven moment uit de handen zijn gegeven. En dat dat prima is. Maar dat het een beetje raar is. Om nu dan vervolgens tegen degene die het vuile werk voorop aan het knappen zijn, te zeggen dat dat helemaal verkeerd gaat. Zeg tegen die ouders de eerste volgende keer dat ze weer de pan uit zand te flippen om niks, dat ze lekker de tyfus kunnen krijgen. Lieve leraren, leraressen, meesters en juffen, hou vol, blijf staan en bijt van hem af. Want we hebben jullie nodig. Tekst van Johan Berendsen, begeleid door Leon Hoeks, is hier Willeke met het Zout Slotlied. Jessica kan inspireren, de neus heeft een gouden keel. Ik had haar graag hier ook zien schermen, hier in Zout op het toneel. Ik heb wel wat kandidaten, ik zag ze laatst nog in jacket. Ze had Dekker mogen prikken met een puntige floret. Bjorn die schermde op het scherm, hij hanteert het bottenzwaard. Dankjewel hoor, lieve Bjorn. Ouders zijn soms ook goud waard. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten, bidoua, bidoua. SP wilde het weten, dus zij gingen aan de praat. Objectief werd er gemeten wat de raad is van de straat. U wilt echt niet in de hoogte, wilt een bruisend leuke stad. De piep moet dus blijven zitten, maar de V&D moet plat. Tja, hoe is dit op te lossen als je ruikt dat dit niet kan? Hoe dan Jan, wil ik graag weten, schrijft Prem ook jouw masterplan. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidou. Zwarte Priet praat op de middag, nu niet midden in de nacht. Schaamteloos is hij op zender, Prem is voor zout boterzacht. Raoul zag hij veel te weinig, ging hier met hem in gesprek. Het was hectisch en dynamisch, geniaal en knettergek. Internet zien zij niet zitten, liever intiem in een zaal. Deden zij de echte dingen, privé, met ons allemaal. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten.
Ja, dames en heren, ja, normaal gesproken beginnen we nou met de afkondiging, maar we staan heel even stil bij Leon Hoeks, die afgelopen seizoen had aangegeven, oktober wordt mijn laatste zout als begeleider van het Zoutlied. Dus... Sponsors, sponsors! Dus na jarenlange inzet, vrijwillig, staan we heel even stil bij het afscheid van Leon Hoeks. Redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Haase, Johan Wereldzeug en Jier van de Giessen en Jurgen Pichtmans. Productie Jules Ieding. René van der Lee en Teun van Duren waren onze columnisten. De tekst van het Zoutlied van Johan Wereldzeug werd gezongen door Willeke Berends op gitaar, begeleid door Leon Hoeks. Onze muziekprogrammeur is Henk Sterke. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door de CJ's. De organisatie deden Paul Peters, Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Sjaak Bloks, Willy Bloks en Christa Kolman. Techniek was in handen van Ramon van der Veer, Roy Merkes en meneer Coupri. De foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Deze foto's kunt u zien op onze website www.fotocafé.nl. Deze website wordt beheerd door Jaap van der Doelen. Zoutens een initiatief van Jules Ieding wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling Os en Cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactie presentatie in samenwerking met Prem Stijn Steenmakkers. En wij danken Jessica de Bel, Frank den Brok, Jan Zol, Martin Haakijs, Prem Radekitschener, Raoul Heertje voor hun komst en zout. En graag zien wij u weer op zondag 12 november. Dank u wel. APPLAUS